Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. How are you, Refi? Mijn woord, meneer Refi. Ja, meester, staat je die opname? Ik ga opname starten. Oké, Abu. Oké, oké. Alright, we gaan die opname starten voor Ray. En Ray, jij bent nu editor, hè? Want ik naar Unama zei, ik kon alle opname op het op YouTube-site. En de mensen die dingen missen bij Staan Vast, dat hoeft niet meer. We hebben sinds een maand geleden hebben we onze eigen, ons eigen YouTube-kanaal. En daar kan je alles terugluisteren. Als je mist van uitzending of van interview of van uitzending voor meester, ga naar onze YouTube-site. Dan ik kan de kamer bakken. Helemaal. Ah, ik ben ga YouTube maar met de rechtstreeks. Dan morgen, Sweetie. Ah, dan moet je meter op de hoogte. Oké, we gaan doen wat je net hier. Grand tangi. Oké. Meester. Oké, met pataboom. Dan moet je eens review. Hey, meester. Ja. Wat is die sanctie dan van Frankrijk? Want ik hoorde Macron het gisteren zeggen, of ik lees het wel, maar. Het is niet duidelijk wat de sanctie is. Het is strafbaar, zegt hij. Het is strafbaar nu. Maar wat bedoelt hij mij? Een boete? Gevangenisstraf zelf. Omdat, ja, kijk nou. Hele leven in Europa wordt ontregeld nu. Mm-hmm. Vandaag is bekendgemaakt dat bijna 90 miljard euro in de economie gestopt moet worden om iedereen bij te springen. In de Nederlandse economie? Nederlandse economie. Alleen Nederland? Miljard. Ja, alleen Nederland. Want Europees doen ze niks. Dat na voor ferie. Ja, ja. En we zitten al diep in een recessie. Dus we zijn nog niet eens op de helft. En er moet nu al 19 miljoen bijgedragen worden. 90? 90. Ja. Met die 19 miljoen. Wat heb je over? 90 miljoen of 90 miljard? Miljard. Oh, 90 miljoen is niet zoveel geld hoor. Dat heb je ergens op een bank. Luister, ik ben helemaal over mijn toren. En ik denk vele Surinamers ook met mij. Heb je naar die beurs gekeken? Van 626 punten gedaald naar 420 zo. Mm-hmm. En dus Amerika? Nee, Nederland. Amsterdam, AEX? Isabi, want Losserlamang investeerde money. Je deed naar beurs toen ook? Ik heb wat beleg, ja. Isabi, maar dus dit is grote verliezen. Uh-huh. Weet je, Isabi is niet te doen. Ja, ja. Is een hele klap. Maar luister, als je bij een beurs bent en het gaat niet goed met de beurs. Is er een garantie? Is er verzekering? Nee, is risicokapitaal. Mm. Risico. Dus er is niemand die zegt van. No, want je krijgt hoge rentes dan bij de bank. Bij de bank is het negatief nu, dus dan ga je op de beurs beleggen. Ja. En dan als je daar zo gaat beleggen, dan krijg je extra. Ik heb meer vertrouwen in banken dan beurs. Ja, maar je weet toch, mensen is zijn. Toch gokken, hè? Is een beetje gokken, ja, dat het goed gaat. Maar ik gokken in die zin dat je leest die jaarverslagen en je volgt die vergaderingen. En dan zeg je, oké, zo'n bedrijf is gezond. Maar dan ik kan investeren, je moet niet dat in. En dan geeft hij een rendement, een dividend. En dividend is altijd hoger dan bij de bank. En ik moet niet liegen, je maakt flink geld. Maar kijk, net als wat die Saoedi-Arabiërs doen en Rusland. Mm-hmm. En niet zo is benzine. Die olieprijs gedropt naar $30 per vat. Dat is toch een rollercoaster, een beurs? Ja. Want als je bij de bank zit, dan misschien 2% per jaar. Nee, je krijgt niet eens 2. Je moet nu gaan bijbetalen, want we hebben nu. We praten over negatieve rente. Dat wil zeggen, als je geld op de bank zet, moet jij de bank komen betalen. Want de bank moet je geld houden voor jou en het kost hem geld. Vroeger kreeg je inderdaad je een paar procent. Je kreeg geen rente meer. Je kreeg geen rente meer. Negatieve rente. Ik zie het wel. Dus je hebt wel gelijk, maar meester. Maar alleen noemen ze het anders voor mij als consument, hè? Als particulier. Ja. Ze willen niet dat ik schrik, dus die zeggen van. Verbruikskosten, pasjes, dat soort maar je dingen. Betaalt. Ik betaal voor. Ja. Weet je betaalt. Vervanging, pas of verbruiks- of transacties. Ze gaan het in een woord gieten wat je niet. Ik denk van, de bank moet me juist geld geven, toch? Maar dan zie je zijn wel kleine bedragen, hè? Ja. Het is niet heel. En daarom gaan mensen investeren in bedrijven. En zo draai je economie. Kijk, het is goed om dit soort dingen toe te lezen. Ja, maar kijk nou, als je een bedrijf geld geeft, kan dat bedrijf met dat geld investeringen doen. Dan, wanneer je investering gaat doen, ga je personeel inhuren, toch? Dan krijgt zo iemand weer arbeid.
En die persoon die betaalt dan inkomstenbelasting aan de staat. En zo draait een economie. Ja. Maar nu zitten we op ons gat. En daarom zeg ik, kijk, veel Surinamers die beleggen hun geld. Mm-hmm. Weet je, veel Surinamers kopen huizen. Is ook een vorm van belegging. Ja. Snap je? Maar het moment dat je nu zit met geen inkomsten. Maar vele Surinamers zijn ook ZZP'ers. Dan je hebt kleine dingetjes, maar je hebt grote consultants, adviseurs, begrijp je, die werkzaamheden verrichten tegen exorbitante bedragen. Mm. En wanneer jij dan geen opdrachten krijgt, dan zit je, want je hebt je hebt kantoorkosten, je hebt je woning die je moet betalen, je hebt je vervoermiddelen, je hebt systemen gekocht. Ik weet wat ze dan is. Ik heb het aan de lijf, want ik ben deels ZZP'er. En daarom vind ik het erg, hè, dat Surinaamse mensen eigenlijk niet mengen dat je in bepaalde kringen terechtkomt. Kijk, op het moment dat jij. Er is in Den Haag een groep Hindustan, hè. Mm-hmm. Als je daar binnenkomt. Als je wakker kon in zeggen dat jongen, de man die zijn memory, een beetje fascist, echt zakalibisme. Mm-hmm. Maar het is niet zo. Je verkeert in bepaalde kringen. En wanneer jij, dan ga je een houding moeten aanmeten. Anders kom jij niet in die kringen. En dat is dat moeilijke ervan. En we blijven maar in een groepje. En het is goed. Mm-hmm. Je moet je afkomst nooit vergeten. Maar we blijven in een groepje dat is blijven steken. En low fruit, zeggen we. De man gaan voor low fruit. Maar je hebt een groep Surinamers. En die groep wordt steeds groter. Die gaan niet voor low-hanging fruit. Die mij gaan in de top. Mm-hmm. Ze pakken een ladder, ze klimmen, ze doen moeite om bij de beste fruit te komen. En het lukt ze. Ja. Als ik jou zeg dat bij de TU Delft, ik ga het altijd zeggen, Surinaamse jongens van de tweede generatie meewerken aan die NASA-project. Ja. Weet je, om naar Mars te gaan. Dat geloof ik. Surinamer, zeg ik. Jawel, nee, de meeste. Dan ben ik uitgesproken. Ik ken. Isabi. Ja, op alle universiteiten in Nederland hebben Surinamers. En daar moeten we trots op zijn, Isabi. Ja, maar het zijn meestal tweede, derde generatie, hè? Tweede begonnen. Ja, derde. Ja, derde zeker. Ja, derde heeft geen keus. Dat zijn mijn kinderen. Ja. Die moeten. Maar het is perfect. Wij hebben de weg geëffend voor hun. Oewaya, passie, opogineng. Make the wakago. Isabi, dat was onze taak. Wij hebben Meester, gezorgd. Maar ik vind het heel interessant. Vertel. Ik kijk nu anders naar mijn bank. Goed zo, vertel. Vroeger kreeg je toch rente bij je bank als je geld had. Ja. Maar nu betaal je die bank, nu hè? Nu betaal je die bank, maar die gebruiken allerlei namen. Ja. Transactie, ik weet het niet. Ik mis dat. Ik moet ze voor jou afspreken. Ja, maar kijk, één woord. Dan bankpasje gebruikt of vervanging van. Of, je moet zo zien, één woord. Maar het kost mij geld. Maar het zijn wel kleine bedragen hoor, onder de 15 euro of zo. Ja, het is klein, maar het is constant. Yes. Telkens. Ze hebben miljoenen klanten die. Wanneer jij gaat pinnen, elke transactie dat die je pint, daar gaat er een paar centen van af. Ja. Ja. Van je rekening. Yes. Ja, maar je moet nagaan dat er per dag. Nederland heeft maar 17 miljoen mensen. Ja. Per dag een cijfer die je geeft. Mm-hmm. In drukke dagen, hoogtijdagen, zijn er bijna 6 miljard transacties. Ja. Van 17 miljoen mensen. Hoeveel je die? 6 miljard. En dan als je 1 cent hebt genomen, moet je kijken hoeveel geld je hebt verdiend per dag. Dus. Het zou bijna verstandiger zijn om je geld thuis te houden. Nee, maar mensen gaan dat moeten doen. Nee, maar je kan je geld niet thuis houden. Je kan het niet doen, want want heel veel plaatsen gebruiken bijna geen contant geld meer. Cash. Men wil overgaan tot plastic nu. Ja, ik ken de meeste plaatsen waar ik kom. Kennen ze, in Rotterdam bijvoorbeeld heb je een uitgangsgelegenheid, die heet Annabel. Mm-hmm. Daar kan je niks met contant geld betalen. Of je nou een biertje wil van 1 euro. Of je nou een entreekaart koopt van 20 euro. Of je
maakt niet uit, pak sigaret, alles digitaal. De wereld gaat veranderen. Ja, en wij zitten in die transitieperiode. Ja. In die transitieperiode. Transitieperiode, ja. Ja. Okay. En dat maakt het vreselijk moeilijk. En kijk, wij zien dit, wij maken dit mee. Ja. En als je kijkt naar Suriname, dan zie je hoe we zijn blijven vaststeken in Suriname. Hè. Dat we die transitieprocedure eigenlijk een beetje op afstand houden en niet mee willen gaan met de tijd. En dan krijg je dit soort problemen. Ja. Kijk, iedereen is... ik vooral was blij van toen ik die Rutte hoorde praten. Ja? Hij heeft ons openlijk gezegd. Hé, Jere no brada, hoe allemaal osiki? Osiki. En het is gewoon een storm die overwaait. En niemand is uitgezonderd. Ja, je moet gewoon thuis gaan zitten. Meester. En die storm overleven. Ik denk, Merkel had het gezegd, hè? 40 miljoen Duitsers zullen het krijgen. Ja, ja, ja. Weet je, want ja. Maar meester, dat denk ik weer. Dan hoor ik mensen gisteren praten naar Rutte vandaag. En vandaag was de talk of the town in mijn koffiepauze een paar keren. Dan kwam het voorbij met virologen die hem gingen analyseren. En ik hoor iemand iets zeggen. En ik denk, misschien heeft hij wel gelijk. Hij zegt van... de piek van de corona is voorbij in Nederland. Misschien waren wij allemaal in januari en in februari al besmet met corona. En die piek is nu aan het afnemen. Geloof je dat? Dat wij in nee, januari ik geloof al, dat want, niet. Want we hebben pas twee weken, nog geen twee weken geleden... naar Italië pas zijn we het corona serieus gaan nemen. Nou, hoeveel keren zijn we naar Italië geweest en andersom? En maar China. Nee, Pinas, we moeten het serieus... Weet u, ja. Kijk, hoeveel doden zijn gevallen binnen eenmaal 24 uur in Nederland? Maar ik kijk ook naar die leeftijden van de doden en dan zeg ik... Ja, van, maar is, dat zijn is er de als het in de regen zouden lopen of want je van ja, zo'n debat dit toe, denk ik. Ja, maar de man daar ofzo, de man ook nog een president, dan ga je alleen... Ja, je, maar er is een andere oorzaak, doodsoorzaak. Een viroloog zei ook vandaag op radio eens van... dagelijks gaan er ook al in Nederland 20 mensen dood aan griep. Verschillende vormen van griep. Ja. Maar alleen hebben ze die medicijnen voor of vaccin voor. En ze kunnen die oorzaak en ze kunnen die naam van die griep. Maar alleen is corona vooralsnog ongrijpbaar. Ja. En dat maakt hun angstig. Ja. En dat maakt hun bang, maar... In principe is corona een hele milde griep. Goed, dan help ons dan om het te bestrijden. Nee, vriend. Want tot nu toe lukt het niet. Nee, maar ja? ik ben niet de wetenschapper en onderzoeker. Nee, nee, ik bedoel die viroloog he, die dat zegt. Ja, ja, nee, ja. Nee, maar het is een hele milde griep. Anders zou er nooit een vicepresident Rutte of een vicepresident dat is zijn hoofd halen. Mm-hmm. Om te zeggen van, misschien is groepsbesmetting niet erg... Het is goed voor de immuniteit. Ja. En die eerste klachten kan heel mild zijn. Ja, kan. Kan. Maar het hoeft niet zo te zijn. Maar, want voor die mensen die overleden zijn, gaat dat maar duidelijk. Maar aan de kant is ook een land met 17 miljoen mensen. Als 40 mensen doodgaan, hoeven we toch niet... Kijk, als het bij die 40 blijft, dan zeg ik, oké, met de maar een advies. Maar ik weet niet of waar ik... het blijft. En dat weten die wetenschapper niet. En precies, dat is angst. En dat maar maakt ons ook angstig. Want ik weet niet of ik morgen 41 word. In orde. Ja, mijn lijst zo doen. Nee, maar eentje, en daar hoor ik allerlei theorieën weer van. Corona is voor... is dan ziekte. En de zomer gaat hij weg als het warm begint te worden. Was je aan met warm water in de... Ik heb en dat ik ook denk, gehoord, Ik had het gehoord en ik geloofde het. Maar als ik hoor landen waarin coronagevallen nu zijn... Dat zijn landen met 30 graden temperatuur jaarlijks, hoor. Het Caribisch gebied en Zuid-Amerika en dat soort dingen. Ja, dan heeft het toch niets te maken met klimaat. Want hier is het onder de 10. Goed, probeer in mijn wereld te komen, kijk... we hebben het over hitte, toch? Ja. Het kan niet tegen hitte. Nee. Wanneer die virus in jouw lichaam zit... jouw body lichaamstemperatuur is 37 graden. En hij leeft erin. Ja. Weet je, 37 graden. Dat is die normale lichaamstemperatuur van ons. En hij gedijt daarin, want hij kan jouw ingewanden, jouw longen vernietigen. Dus dat wat men zegt over warmte... dat
Volgens mij klopt dat niet. Ja. Maar ik ben geen viroloog. Nee, niemand snap weet je? Het. Feit en als je nou koorts hebt, ja, dan leeft die ook nog. En koorts is zo boven de 40 graden. Dan praat je over koorts. En dan zeg ik van ja, hoe serieus moet je dat nemen van die warmte? Nee, het is echt interessant om naar die mensen te luisteren hoor. Ja, 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 ja. Die geven allerlei. Iemand zegt van het, we hebben het al gehad in januari. Ja. En is een piek. Maar we zijn nu in paniek. Omdat het... Omdat wij rijk zijn. We zijn rijk, we zijn blank. En we hebben meestal alles onder controle. Ja. Dat is de enige besmettelijke ziekte die wij niet onder... Kijk, kanker hoeven we niet onder controle te hebben. Omdat het niet besmettelijk is. Weet je? Maar dit is de één besmettelijke ziekte die wij niet onder controle hebben. En dat maakt ons angstig. Want we willen altijd alles onder controle precies, hebben. Precies, ja. U hebt iets heel goed en scherp geanalyseerd en gezegd. Blanke mensen kunnen hier niet tegen. Nee, omdat... Ze willen alles kunnen controleren. Yes. Weet je, en naar hun hand zetten. Naar hun hand zetten. En dit, je ziet toch, 90 miljard hebben we nodig nu ineens om de economie weer op draaien te houden. Ja. En ze weten dat deze 90 miljard eigenlijk is voor consumptie, om te leven en je schulden te betalen. Anders gaat die hele economie, het heeft niks, geen toegevoegde waarde aan de economie. Nee. Het is alleen maar om even on hold. Ja. Isabel was dan stationair. En mensen willen niet stationair blijven. Want trapagas, vooruit nemen. Altijd vooruit kijken. En dat is dat ding inderdaad. Blanke mensen houden hier niet van. Ze willen graag dat, dat ze controle hebben over zaken. Mm-hmm. En dat maakt het... voor ons die dat doorhebben... Ja, het maakt het vreselijk zenuwachtig, ja. Want ja, wij leven naast hun. En wij gaan ervan uit dat inderdaad... Ja, ik leef hier, hé, man... Zorg dat je een vaccin hebt. Ja, maar ze kunnen je bent toch niet zo blank. Ja, maar ze kunnen het niet zo snel. En dat maakt hun angstig. Want ja. Ze hebben welvaart. Ze hebben, en dan weet je, en dan in welzijn is het nu in het geding. En dat past niet bij hun. Kijk, als het ebola was in Afrika. Ja, dan laat maar. Het zal wel zullen op ons tijd een vaccin voorvinden. En we gaan niks sluiten naar Afrika, weet je. Maar dat is iets anders. Dat is mijn inschatting, hoor. En dat maakt het zo angstig. En ik hoor ook meningen van de nieuwe wereld. Wij leven ook in een nieuwe wereld, ja. Hè. 2.0, 2020 toevallig. En dat is wat wij nu, wat er in China gebeurt, horen wij binnen dezelfde dag. Maar als het 10 jaar, 15 jaar geleden was, dan hadden wij pas vandaag gelezen in de krant. Dat er een nieuwe iets is, een virus. Maar nu is het... En u hebt dat woord laten vallen, China. En toch blijf ik zeggen, ik heb een beetje... Ik ben wantrouwig tegenover die Chinezen. Weet u waarom? Kijk nou, die uitbraak van corona... Deze mensen hebben heel andere principes, houden ze erop na. Ze willen laten zien tegen de wereld van... Ja, we kunnen, net als hoe die blanken alles onder controle hebben... Mm-hmm. Wij Chinezen kunnen dat ook. Want China wil meedoen, competeren met blanke mensen. Ja, die willen naar de maan. En dan die krijg je dit soort nonsens. Maar ze worden geboycott, hè, Chinezen. Ja. Door Westen. Als ik zeg Westen, dan bedoel ik... Eigenlijk betekent Westen blank. Ja, nee. Maar het is klein Westen, precies, Europa, racistisch. Westen, Europa, Noord-Amerika, Canada, ja, Australië. Dat is Westen. Ja, dat die boycotten Westen. China. Ja. China krijgt niet zo snel voet aan de grond daar. Nee. China is ook een zwakke kondre. Kom op, want toepassing je ding. Is het nog wel af? Hij brengt niet in politiek. Is het ook een zwakke kondre? Bouwen toepassen je de man. Wat atoso. Weet je, en dan halen ze alle grondstoffen weg. Ja. Want in Europa mogen ze niet komen. Ik, in mijn branche waar ik werk, beester. Dan lees ik wat een Chinees, wat voor voorwaarden aan een Chinees moet voldoen. Ja. Om in aanmerking te komen voor een Schengen-visum. Ja. Weet je, om naar Europa te komen. Het is niet makkelijk voor een Chinees om rechtstreeks vanuit Beijing naar Nederland te komen. Omdat. Weet je, u heeft iets tegen China. En ze zeggen het niet, hè. Maar misschien zijn ze bang dat China hun overspoelt. Of China is nep. China is namaak. En ze willen China gebruiken als een soort slavenplantage. Zo wordt China gezien, hè. Als, door EU. We willen Nike schoenen hebben of Adidas. We laten het goedkoop maken in China. Ja. We willen merkkleding maken, massaproductie, goedkoop. En dat wil China niet meer. Dus China zelf krijgt geen voet aan de grond hier in Europa. Die worden, weet je, we kopen liever een auto van Japan.
dan van China. Ja. We halen eerder dingen van Japan dan van China. En dat stoort China. Vandaar dat China... Den swak ik kondre etek de ma bigi bo passe gi de ma da je lever kritiek jam in wat karne wat kondre ne wat ulop ala kondre groot op. Ja? Maar u moet begrijpen, kijk, in de 19e eeuw was Engeland een wereldmacht. Die, nog steeds? Nee. 19e eeuw, Engeland een wereldmacht. De 20e eeuw, kijk, wanneer ik praat 19e eeuw, mensen, dan heb ik het over 18 zoveel commissie. Ja, ja. Kon aan 19. Wanneer je 19 begint... Dan is 20, ja. Dan praat je over de 20e. Ja. Kijk nu, 19e eeuw, Engeland, de wereldmacht. Mm-hmm. 20e eeuw, Amerika, de wereldmacht. Het is overgegaan. En nu 21e eeuw wil China de wereldmacht worden. Dat gaat hem moeilijk, want de blanken willen dat niet hebben. Nee, je moet niet zeggen blanken, het Westen. Het Westen dan, ja. Maar je bedoelt, we weten wat het Westen is. Ja, het Westen wil dat niet hebben. Maar China, nee, ik denk niet dat China zodanig wereldmacht nummer 1 wil worden. Ik denk dat ze een plekje willen hebben, weet je? Als bij de grote jongens... Frankrijk, Duitsland, ja. Amerika, Engeland. Daar willen ze tussen zitten van... Hey, neem ons ook serieus. Ze hebben wel een veto-recht in VN. VN, goed weet zo. Je, maar dan nog wordt China en Rusland... door het Westen een beetje niet echt vertrouwen. En dan roepen wij van als het ons uitkomt... Hè, ja, ze zijn hun mensenrechten is niet goed. Dus weet je, Chinezen slecht, Poetin is slecht. Dus dat denk ik is wat er gaande is. Maar ik denk niet dat China echt van plan is om de wereld over te nemen... of de baas van de wereld te zijn als Amerika. Want China bemoeit niet echt in oorlogen, hè? China, je moet dat niet onderschatten, want China is stiekem, Sneezy stiekem. Ja, maar, je, want, ik weet, het lijkt alsof Westen hun heel erg door heeft en Westen hun totaal niet vertrouwt. Dat weet ik van, ze worden niet vertrouwd. Je zal niet snel in Europa dat Europese producten veldterrein verliezen ten opzichte van Chinese producten. Amerika zal dat ook niet gebeuren. Nee. Die Chinezen zijn zodanig verspreid dat je dat niet tegen kan houden. En Chinezen eten meestal hun eigen producten. Jawel, maar Chinezen ook, die zijn verspreid. Maar als Europa ze accommodeert, als Europa een Chinees binnenlaat en toelaat, dan is het voor een specifiek beroep. Ja, hè? Ja. Echt niet zomaar als economische vluchteling. Of je een restaurant moet visum voor je aanvragen van ik heb zoveel, zo een tekort aan koks. En hele procedure met borgsom en allerlei dingen voordat een Chinees uit China komt. Ik denk, wauw, zeggen wij dat Surinamers het moeilijk hebben om EU binnen te komen. De Chinezen hebben het pas moeilijk, maar niemand ziet dat. Ik vind het discriminatie. Het lijkt alsof ik het nu voor China opneem. Het is discriminatie al goed. Omdat waarom? Kijk, die blanke mensen zijn niet gek. Mm-hmm. Deze Chinees, als hij voet aan wal zet hier. Ja, Hij neemt alles over. Hij neemt bijna alles over. Kijk nou. Want, er zijn geen Hindustanen, geen Creoolse mensen, geen Javanen. Ja. Maar er is één Chinese kasteelheer. In Nederland, kasteelheer. Dat was Taki. De man bij was heer kasteel. Weet je, van miljoenen. Mm. En dan als je dat koopt, dan is dat titel like baron, hertog. Ja. Dus hij is kasteelheer. Zit ik niet bijzonder hoor. Nou, kijk nou, die macht die je krijgt met al dat landgoed. En die privileges die je krijgt. Het is gewoon een kwestie van geld. Is niet Maar dat wordt dan ingezet. Want dan al die bedrijven komen daar naartoe. En dan gaan ze hun dingen promoten via die man. Mm-hmm. En zo maken ze hun dingen. Kijk, ik heb het niet gedaan. Willem-Alexander is niet naar dingen gegaan, hè, Indonesië. Ik zat te springen. Ik had overal al voorbereidingen getroffen. En tegen die directeur van Stanvast ook gezegd. Ik zou graag mee willen gaan met die handelsmissie naar Indonesië. Ik wil dat je even blijft bij China even. Ja, maar kijk, straks kom je naar Indonesië. Die dingen, kijk, die handel met Indonesië is moeilijk. En die van China, het moment dat je ze binnenlaat, ben je verkocht, ben je klaar. Want die laten je buiten beschouwing. Een Chinees gaat geen financiering zoeken bij een bank. Die krijgt van de staat? Ja. Aha, daar wil ik naartoe. Precies. En dat daarom, is de angst van Europa, hè? Ja.
En ik heb het gezien, meester, in een heel klein voorbeeld. Bij United Fasen. De voorzitter van United Fasen is meneer Wang. Ja, en United Fasen, waarom ik dit als voorbeeld geef, dat is een organisatie, een investeringsmaatschappij in China. En die hebben een voetbalclub in Nederland gekocht. ADO Den Haag hier in Den Haag. Ja? Ja. En iedere keer die Wang wordt verweten van een Wang-beleid. Weet je, Wang-beleid, slogan, woordspeling. Ja. Weet je? Ja, ja. Iedere keer als er kleine bedragen over de 2, 3 miljoen, dan zegt die voorzitter Wang, meneer Wang, ik lees die voetbalbladen, vind ik ook leuk, zegt hij van, het gaat niet zo snel zoals jullie denken. Dit soort bedragen moeten met toestemming van de staat China overgemaakt worden naar buitenland. Ja. Dus de staat controleert alles. Alles. Ja. En dat maakt Europa zo angstig om Chinezen binnen te laten. Want je kreeg overheidssteun. Ja. Overheidssteun. En ze hebben geld genoeg. Ja. Kijk, dat hele toestand met die dingen van Huawei. Iedereen wil het stoppen, omdat hier heb je mededingingsrecht. Europees mededingingsrecht. NMA, Nederlandse mededingingsautoriteiten. Ja, NMA. En kijk, Chinezen, dus de Nederlandse staat, die 90 miljard die Rutte heeft geïnvesteerd. Gereserveerd. Hij moet toestemming vragen aan Europa. Mag ik dat doen? Ja. Mag ik zo'n bedrijf KLM zoveel geld geven omdat zij geen passagiers kunnen vervoeren? Als Europa gaat natuurlijk kijken naar die economische belangen, gaan ze zeggen, oké, voor dit gaan we uitzondering maken. Hmm. Maar bij China is het alleen maar staatssteun in elk buitenland. Ja. Ja, ik zie het zelf in. Zelf in, maar niet zien hoe klein het is, meester. Ik zie in Suriname dat ze een bedrijf daar hebben, die Dalian, een Chinees bedrijf. Heel klein. Suriname is er geen economie voor China om geld te verdienen bijna. Heel klein bedrijf, maar toch bemoeit de staat ermee. Die staat zorgt ervoor dat hun eigen mensen bij Dalia werken en komen werken. En je kan niks doen. Je kan niks doen. Ja. Of het gaat niet door, of we doen het met onze eigen mensen. Ik had u verteld, meneer Pinas, kijk hoe Chinezen werken. Meneer Blakka de Sneezy talk, want no, Marie Elobawitterijs van de Chinese soms. Dus top editor. Ik hou meer van Witterijs dan van. Meer Morris aan de Fusnezy Sami Lobby. Dus min of tijd. Maar goed. Kijk, ik ben even over mij. Heeft me over mijn concentratie gehouden. Ik heb het dat je proposed. Je hebt het over Chinezen en staatssteun. Staatssteun, ja. En dat maakt dat Europa zo angstig is. Ik bedoel, als een Afrikaan hier komt, dan zien ze de Afrikaan, wat vluchteling. Economisch, hij komt meer beter leven zoeken voor zichzelf. En dan wat toetsen familie, wat dorp. Je snap je toch? Dat is het beeld van Europa. Maar als zo'n Chinees komt hier, dan zijn ze angstig, want hij kan zomaar miljarden spenden als via de regering, via de staat. Worden gestuurd, uitgestuurd om te gaan werken voor de staat daar. Zo. Ja. En dat is het hele issue wat we door moeten hebben. Mm-hmm. Begrijp je? Kijk. Zij hebben het door, Westen even door. Ja. Wij begrijpen het niet. Ja. Ik ken Chinese koks die al die 10 jaar in Rotterdam in een keuken staan te koken. Maar ze kunnen niet genaturaliseerd worden. Procedure moet opnieuw gestart worden. Iedere keer om de 5 jaar weer een nieuwe vergunning en weer verblijf. En ik denk, wauw, zo moeilijk voor een Chinees om gewoon hier te wonen. Nee, het is, ze hebben het niet makkelijk, moet ik u zeggen. Nee. Maar ik blijf erbij, kijk. Coronavirus, toch? China. Daar ja. Ik vraag me af, van kijk, hoe kan het dan in Suriname dat die mannen zo'n splinternieuwe ziekenhuis hebben gebouwd? En ik kan u laten zien dat men een hoop poeha heeft gemaakt dat de Awanica ziekenhuis een isolatieafdeling heeft. En dan vraag ik me af van, oké, maar waarom is er dan ruzie gekomen dan dat er zelf een directeur is ontslagen van Wanica ziekenhuis? Want ja, geen ene coronapatiënt. Want je zou zeggen, is een splinternieuw ziekenhuis. Bacterievrij, want er is nog geen ene zieke daar behandeld. Ja, nu begint het te komen. Ja. En dan zou je zeggen, ja goed, dan kan je die virus het beste daar isoleren. Want er zijn geen andere ziekenhuisbacteriën. Alleen deze.
En je hebt een speciale afdeling. En ja, dan zie je de macht van de Chinezen. Die zeggen van nee, we doen dat niet. Want we zien wel een directeur van die ziekenhuis die ontslagen is. Maar heeft dat besluit niet genomen, want op de achtergrond. En waarom ik deze vergelijking trek. Je moet kijken met Guyana. Guyana heeft datzelfde ook. Hè. Guyana heeft ervoor gezorgd dat die Chinezen hetzelfde Wanika ziekenhuis hebben ze ook in Guyana gebouwd. En, maar wat krijg je nu? Je krijgt een medical staff die bijvoorbeeld 10 maanden komt en daar zo in dat ziekenhuis werkt. En dan voor wie? Speciaal voor de Chinezen die uitgestuurd zijn door de staat om grondstoffen, middelen weg te voeren vanuit deze landen naar China. Die krijgen dan medische zorg in die ziekenhuis. En ja, natuurlijk kan je dat niet zeggen. Je moet het verkopen van, nee, kijk, het is voor de bewoners van Wanika. Ja, maar 1 bewoneraantal, met name de Chinezen, die hebben 2 afdelingen van die Wanika ziekenhuis speciaal ingericht voor Chinese geneeswijzen. En dan is gaan zeggen, ja, dan gaan we dat ook leren. Ja, maar hoe laat? Ik vind het niet zo erg, hoor. Nee, maar kijk. We doen het al, toch? Ja, 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 maar kijk nou. Je moet het zeggen. Je moet het niet verbloemen. Ik ga de meeste China om in Monina ziekenhuis. Mogen ze ook niet een afdeling hebben? Jawel, ze hebben daar recht mensen. Op. Ze en, hebben daar recht op. Hoeveel van hun wonen niet in Suriname. Met hun eigen mensen. En, we gaan een telefoon nemen, maar we vragen mensen om niet 3-4 keren te bellen voor hetzelfde. Want dat is niet de bedoeling. We willen iedereen de ruimte geven. 1 keer bellen is middag genoeg. Meester, u hebt weer een fan. Oké, we gaan luisteren. Een hele goede middag. U bent erin. Hey, meester. Goedemiddag of goedenavond. Tagi mene pinas, tak nooit aan uw info, jullie kan grappen. En wat about Marwina ziekenhuis? Is dat pijn op? If you show foto, yes, krekkie. Grantangi. Hai, ik ga er jong. Fijne dag verder. Oké, hoe jere, ja? Wel nog een keer, meester. Ik vind het leuk als mensen bellen, maar ik wil dat wij iedereen de ruimte geven om te bellen. En dat niet 1 persoon steeds maar bellen. We hebben duizenden luisteraars. Hey, meneer Pinas, ik kreeg net een berichtje hier zo op die WhatsApp. Ja, die wordt geplunderd in Albina, klopt dat? Ik weet niet. Ja, er wordt geplunderd in Albina. Oh, ik kan over God, een paar van praten, omdat dat naar mijn gebied. En het, Jezus Christus, Ik heb persoonlijk met mensen gesproken. Maar mensen van het gebied. En ik moet het zeggen. Mensen zijn uit Frans-Guyana gekomen. Sint-Laurent is gewoon aan de overkant. Hè? Als je die ligging kent, is gewoon Albina, Sint-Laurent. Aan boord. 5 minuten daarbij aan de hoofdkant. Nou, en toen is daar corona uitgebroken in Frans-Guyana. Althans, een paar mensen hebben dat. En toen kwam iemand met het briljant idee voor ons Europese maatstaven van als je uit een besmet gebied komt, dan is het nodig om jou een paar dagen in quarantaine te houden. Weet je? Maar mensen worden in quarantaine gehouden in Albina, in het Marwina ziekenhuis. Dat is op Albina, gewoon bij het water daar. Daar is het ziekenhuis. Ik ben een paar keren geweest, niet in het ziekenhuis, maar gewoon, je kent het. Nou, en wat gebeurt er? Nou, het ziekenhuis heeft 2 grote kamers. En per kamer zitten 18 mensen, bijna 16 man, in 1 kamer. Jezus. Dus zelf als 1 persoon het zou hebben, dan heeft hij iedereen besmet. Dus te hopen dat niemand het heeft, of uit de groep niemand. Want ze zitten bijna met 30 mensen in 2 kamers opgehoopt aan elkaar. En autoriteiten, en ze moesten wachten op eten. En op een gegeven moment kwam iemand, een militair of wie dan ook, of een arts, die kwam, of directeur van het ziekenhuis, ik moet nog een keer bellen, maar die, ik ben verteld hoor, dit is nieuws. Die kwam, en die kwam met brood, zonder beleg, zonder handschoenen, zonder mondkapjes, niks, maar hij zegt van dit is quarantaine. Quarantaine betekent dat niemand naar buiten moet gaan. Weet je, ze hebben iets gehoord in Europa. Ja. En ze gaan het toepassen bij mijn mensen, dus dit raakt mij ook. Weet je, dit is chauvinisme. Het is mijn mensen. Weet je? Als je over opkomt voor een keer, zeg ik niks. Ja. Dus nu kom ik op voor de mensen van mij, maar hoe het is je goed terecht. Ja, dus en meester, en dat is gebeurd. Ze hebben die mensen daar op een hoop gezet, zonder eten zonder, weet je, duidelijke. Weet je, als, je kan niet 10 mensen in een kamer zetten terwijl niemand besmet is.
Of je weet niet wie besmet is. Als één persoon besmet is en je gooit 10 mensen in dezelfde kamer, dan zijn alle 10 besmet. En dat wil je juist niet. Nee, natuurlijk dus dat niet. Begrepen ze niet. Dus hebben ze dat gedaan. En op een gegeven moment, mensen mochten niet naar huis. En toen hadden ze geen eten meer. Je frons je wenkbrauwen. Dat Rutori. Ik lees dat er geplunderd wordt in Albina. Oh, dat lees ik nu niet. Dat weet ik niet. Maar ik praat over de situatie daar in het ziekenhuis. Op een gegeven moment was er geen eten meer in het ziekenhuis. En er was brood. Brood was op. En die mensen moesten daar blijven 14 dagen. Weet je? Soms denk ik van, het is geen... het is een mooi land, maar die mensen die het voor het zeggen hebben, denken van, het lijkt alsof er iets is, enquête is gehouden van wie zijn de stomste Surinamer, wie zijn de domste beleidsmakers. En ze hebben juist die mensen gekozen. Dus ik weet niet hoe mensen aan dat soort functie komen om een ziekenhuis te leiden of om een OD-functie te hebben. Weet je, de politiek verziekt het land. Weet je, als jij in Suriname zou zijn en ik zou bellen naar Bota en zeg van, hé, hey, Bota, baas of voorzitter, meester Rokotranga partijere, dat is meester Nogaskoro, wordt meester directeur ergens. Ja, ja. Weet je? Echt, zo gaat het. Dus dit gaat mij echt nu aan het hart. Dus zo ging het daar. En dus mensen die het helemaal niet hebben allemaal op een hoop gezet. Alsof je in een gevangenis. En vrouw en man in dezelfde kamer. En weet je, opgesloten. Een heleboel mensen. Mensen gingen, op een gegeven moment gingen ze ramen uitgooien. Bijna het ziekenhuis is bijna vernieuwd. Om eruit te komen na 24 uur of zo, 2 weken daar moeten blijven. Dus de gevangenis is nog een paar jongens die daarin zaten. Die zeggen van, jongens, miga Santa Bomagba. Santa Boma was beter, daar zit je met z'n tweeën op een kamer. Of weet je, hier zitten we met 10, 15 mensen op één kamer. Staande of liggend op de vloer. Hoesten naar elkaar, alles gebeurt. En niks mondkapje, niks hygiëne, niks zeep om je hand te wassen, niks. Terwijl het protocol zegt 1 meter, 1,5 meter af. Dus dat is totaal misgegaan. Echt, ik weet niet hoe, wie de grappenmakers zijn en wat zij denken. Weet je, ik heb heel veel dingen meegemaakt, maar dit niveau heb ik nog nooit eerder gezien op bestuurlijk niveau. En dit, ik word bijna emotioneel. Echt, dit is blunder op blunder en blunder en blunder. En dan, wat zeg ik? De regering of de verantwoordelijke, voor ons is een nieuwe situatie. We wisten niet hoe om te gaan met de situatie. Het was erg, we kunnen toegeven dat we geen eten de hele tijd hebben kunnen geven. En we hebben iedereen in één kamer op elkaar gestapeld. Maar omdat voor ons een nieuwe situatie was. En dat denk ik van, vreselijk erg hoor. Want kijk, ja, we moeten eerlijk zijn. Uh-huh. Er zitten 20 binnenlandbewoners in het parlement. Ja. En dan tel ik zowel oppositie als dingen. Ja, ja. En ik zeg van, als ik kijk naar 10 jaar regering, mm-hmm, effectief hè, waar ze hun stempel kunnen drukken, ja, en dingen kunnen realiseren. Ik heb iemand die hier wil reageren hoor, dan ga ik ja, doe deze maar. Man, ik laat hem zo reageren. Op, ja. Hou Ivan. Laat hem reageren. Deze is dan. Ja, broeder. Hallo? Wakker. Ah, je bent live op de radio nu, hè? Waarvoor? Waartoe? Ah, maar je belt toch? En als je belt, dan denk je van ja. Nee. Ik dacht dat je belt naar de uitzending. Want ik ben nu met Bistro uitzending aan het maken. Je belt me in. Ik eigenlijk neem ik geen telefoon op in de studio. Maar ik zag jouw nummer. Ik denk van ja, je bent hier aan het bellen om het aan te vullen. Ik heb het net over de situatie, over mismanagement in het Maruna ziekenhuis. Dat zij mijn mensen, bijna word ik emotioneel hier, aan hebben gegooid op een stapel. 15 man in een kamer zonder eten. Terwijl niemand het virus heeft. Ja. Stel je voor dat iemand het zou hebben, dan had iedereen al besmet. Want quarantaine betekent afzonderen. En afzonderen betekent niet in groepsverband dat wij... Ja. Nee.
Dus weet je, en ik kom erachter wie de beslissingen neemt. Dan hoor ik van, ja, die man is baas daar omdat hij bij de verkiezing heel hard heeft gewerkt voor NDP. Maar achteraf is gebleken dat die man tot de vierde, vijfde klas lagere school is geweest. En dat scoren belangrijk in dit, maar om te zien wat voor beleid er gemaakt wordt met loyalisten. En dat zij, Fred, ik heb dingen gezien. Bel naar de studio, dan praten we makkelijker. Bel. Oké, goed, ik bel voor terug. Hè? Bel nu naar de studio. Bel mij niet op mijn nummer. Weet je, dan praat makkelijker. Weet je, dan denk ik van, meester Fred gaat nu bellen, hoor. Okay. Dan denk ik van, kom op man, niet omdat ik hard gewerkt heb voor, dan je Jimmy One functie staan mij nog geschikt. Maar Jereno, kijk. Ik wil het ook niet. Ik zou het ook weigeren. Maar die man vindt dat zijn jas leuk. Ja. Dus dan maar weer, als iemand die telefoonlijnen opengooien. Dus, is ze open, okay. Ja. Maar goed luister, kijk nou. Dan heb je het over die persoon, hè. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van, moet je luisteren nou. Kijk, heeft die persoon ook niet een beetje eigen verantwoordelijkheid? Om te zeggen van, jongen, jere, nou kijk, ik kan actie niet doen zoals aan mama doen. Ik heb niks, geen kaas daarvan gegeten. Maar je moet toch een beetje zelfrespect en zelfverantwoordelijk zijn dat om te zeggen van, bedankt dat je me gebeld hebt, hoor. Meester, al die dingen wat jij nu zegt, zelfrespect en zelfkennis, dat heb je pas als je mate van educatie hebt gehad. Maar als je even nou op score in verstaan, dan... If de man, ik kan erop president, tak ai man. Ja. Iedereen wil zo pita babiri. Nou, maar wat ik als je dat jaren. Nee, maar dat... Tuurlijk, je bent aan de leg, weet je. Educatief. Dus dan weet je waar je staat. Je kent jezelf. Ja. Maar als je dat niet weet, dan denk je van... Dan ben ik naar baas, ja. Ai, dan moet ik want to mijn dienst weer dat zijn jas en... Ja, want die luister, partij moet je accommoderen en faciliteren. Kijk, we zijn er, hè. Ik hoop dat meneer Fred Fitzjames ook belt. Mm. Maar moet je luisteren, meneer Pinas. Kijk, hoe zit het met die moordenaars dan? Dan bedoel ik geen boters, hè. Mm-hmm. Maar er zitten moordenaars, hebben dan gezeten in het parlement als assembleelid. Moordenaars. Dat vind ik ook triest. Maar aan de andere kant... Maar, laat maar eentje voor je noemen. Misschien dat mensen het niet weten. Wie? Ja. Frederik Felici. Die was Angola-leider. Goed zo. Jungle-commando. Ja. Wat heeft hij allemaal gedaan? Brunswijk. Wat heeft Brunswijk niet allemaal... Ja. Maar dat is niet erg. Meester, ik ken mensen in Suriname die voor moord veroordeeld zijn voor 20 jaar. Ja, en die blijven zitten in de hoogste positie. Ja, ja. Nou, dan, ik praat het niet goed. Maar het lijkt alsof het recht voor één, recht voor allen systeem in werking is. Begin, is dat als je een televisie epori, hè? Ja. Waar begint die? Aan de kop, hè? Als een vis gaat, dan begint die altijd aan de kop. Dus haal die kop weg, al die foute mensen. Ik weet niet, hoe lang gaat het duren voordat Suriname parlementariër hebt met weet je, onbesproken gedrag. Met een boys van goed gedrag. Dat weet je, dat soort dingen, dat stoort mij, dat steekt mij. Het is, je kan stelen en je blijft in het parlement zitten. Je kan veroordeeld zijn en je kan president blijven. Je kan binnenlandse oorlog gevoerd hebben. Je kan assembleelid worden en of DC. Dat moeten we niet meer hebben. Wanneer komt die Jere, ik ga je openlijk zeggen, minanga yo abi kulturu, mi ami kulturu. En moet je nagaan, wie is feitdraaiing, we me kunu. Mm-hmm. Weet je, en het kan nooit zo zijn dat iemand als bijvoorbeeld meneer Felici, mm-hmm. ja die andere, Frank John. Mm-hmm. Frank John was een Indiaan, was samen met Thomas en Pico, mm-hmm. Amazon, Tukayana, Amazonas. Nee, Thomas en Mato. Mato, ja. Weet je? Pico en Frank John ook, de zwaar met z'n drieën. Die Frank John, die zat in het parlement als assembleelid. Pico, Thomas en Mato, die zijn van mij Basia of ergens, kapitein ergens in Nederland. Weet je? Of Cossens Roder. Kijk nou, wij zijn het ding vergeten van, moet je luisteren, kijk, wij hebben dit ding geaccepteerd in Suriname. Dit ding mag niet naar Uno Mekakuno. En isabi toch kunu, mm-hmm. umeka kunu, wabif chara kunu disi, nanga uno.
Isabi, wij hebben... Nee, Isabi, we hebben wie naar Koenudis. Ja, nee, kijk, het is gewoon vloek. Ik geloof niet in. Ik geloof wel dat het alles fout is gegaan. Alle criminelen hebben een kans gehad. Maar 2020 kunnen wij niet afrekenen. Hoeft toch, als we, Kunu is wanneer jij het niet weet. Dat is het dan Kunu. Maar nu weten we het al van jongens, we willen dat niet meer hebben. We willen niet meer met boeven aan tafel wij zitten. Wij willen dat niet. Maar hun wel. Hun zeggen ja, nee, de hel met jou. Ja. Je bent de VHP, je bent oppositie, je bent tegen mij. Maar nee, wij gaan door. Wij willen dit wel. Wij gaan door hiermee. Dat is geen Kunu. Nee, maar de mijn charing goed door. Ah, no, Kunu. Na beleidsmaker met de keuze. Maar in een normaal samenleving kan je ook zeggen van jongens, je bent Surinamer, je hebt gestolen, ik word die strafu. Uno Chiriu, Jolibi, maar blijf op de achtergrond. Nee, maar kijk, dat is... Voorbeeld te dienen voor ons. Je mag dat niet vragen. Ja. In een geciviliseerde samenleving, het moment dat je in aanraking bent gekomen met justitie... Ja. Dat ja, zo de mij tegen... Hey, brader, Iwan Kowalkoja, mag. Gaan we je OG vragen. En dat is Sabi Takino kiezen. Dus ik ga niet tegen zeggen, brader, ik ben voor u, dit, dat. Nee, kijk, de wetgeving van ons zegt en bepaalt dat jij niet in aanmerking komt. We hebben dat allemaal zo afgesproken. Dus ja, zuivere eigen reinigingssysteem. En het is ook bij jonge generatie. Hè? Je kent die zogenaamde jonge leiders die allemaal boterop in kop hebben. Zelf Maïs Janeus die zo'n grote bek heeft. Je kan vergrijpen in gradaties zien of het nou met te veel alcohol op achter de stuur of... Voor mij is dan, wat strafbaar is, moet je even... Wat niet mag, is mag niet. Vooral als politicus, en aankomend politicus, moet je aan alle... Je moet het een voorbeeldfiguur zijn. Daarom moest ik zo lachen toen ik dat hoorde van... Ja, we gaan een protestactie of demonstreren van Nikeri naar Albina. Maar we gaan het op de fiets doen. Ja, waarrempel en waarachtig, ja. Weet je, in een magreewagje, ja, bij vrij fiets. Weet je, want de man hoor je rijbewijs in. Ja. Zeg dat gewoon. Ja. Weet je, zeg het gewoon. Kijk net als Rutte. Hé, hey, brother Jereno. Want lom ook de terre. Ja. Weet je, dat ding gaat komen. Ja, wel, absoluut. En bereid je erop voor. Is net als storm, heb ik gezegd in het begin. Die storm gaat komen. Het gaat over heel Rotterdam waaien. En niemand is uitgezonderd. Alleen, hoe heb jij je voorbereid daarop? Ja, heb je eten, drinken, genoeg en zo. Even je nabij nog bereid voor. Ja? Mm-hmm. Pech gaat voor jou, maar je komt niet naar buiten, want die storm gaat ons pakken. En daarom zeg ik van, moet je luisteren, is open. Daarom zeg ik van, kijk nou, je moet... wij willen het hebben zoals het is. Zeg die dingen zoals het is. No kangen, no one draai, draai, no one ger, ger. Vertel ons gewoon. Ja? En als je ons vertelt de waarheid... Dan weten we dat, dan kunnen we daaraan werken. Maar kom dingen niet verbloemen naar de Sandati Isabi. Nog een draai-draai, kan gewoon loger-ger. Want dat maakt het gewoon vreselijk moeilijk. En niemand wil dat hebben, niemand zit daarop te wachten. We moeten er gewoon voor zorgen, Taki, luister, kom met de juiste toedrag over zaken. Hoe kan doen? Maar hey, je moet kijken, Suriname. Ja, ik... Er zitten een hoop verwerpelijke figuren. Wij kan kapot 18 man bij elkaar op één zaal. Wat noem je dat isolatie? Dan moet je goed gek zijn. Ja, oké, ik kan dat niet verstaan. Maar dan in een potisch na verstaan. Voet ik de beslissing die zie. Want die 18 mensen, die gaan ook weer 18 mensen krijgen die op bezoek gaan komen. En die gaan weer naar huis. En ja, dat is toch vraag om moeilijkheden. En daarom zeg ik van, kijk... Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ik kijk bij die meneer Roemer. Je weet wat voor nonsens er gebeurt op de centrale bank. Ja? Dan zeg ik tegen mezelf, neem maar actie. Heb een beetje zelfrespect voor jezelf, voor je familie, je gezin, je kinderen. Dat je zegt van nee, hey, even niet. Meneer Doeing. Waarom niet? Ik vind meneer Roemer... Hij zou het moeten doen. Weet je, omdat hij... Kijk, meneer Roemer heeft niks zo fout gedaan, hoor, meester. Ik zal je iets vertellen. En vertel. Dit is insight. Hai. Roemer is voorgedragen door de mensen die benadeeld zijn.
de mensen die benadeeld zijn, de SBV, Surinaamse Bankiersvereniging. Ja. Ja? Ik weet niet of die mensen benadeeld zijn, hoor. Nou, Kasten zelf is weg. Ja, maar ze hebben het zelf gedaan. Bankiersvereniging heeft het zelf gedaan. Nou, dat heb ik nooit gehoord. Nee, in samenwerking met de Centrale Bank. Oké. Dus je laat je niet bedonderen. Maar ja. Die meneer Frankie is... Ik ga het zeggen door deze microfoon. Meneer Frankie, Ebelin Franché, is ook een crimineel. Hij is er niet naar bewijs voor deze aan dat hier. Nee, maar daarom met hij. Ik zeg het je bent even bafoe van Frank voor money, dus laat weet je waarom, meneer Frankie? Ik heb geen bewijs voor. Goed zo, dan ga ik jou zeggen. Weet je waarom? Mm-hmm. We moeten niet slapen, mensen. Waarom ik het zeg, dan heb ik het niet meer voor. Meneer Franché is object van onderzoek hier in Nederland. Die 19 miljoen. Want dat geld is nog steeds 4 miljoen, meen ik, hou me te goede. Van Finabank. Van Finabank. Ja, maar het was niet alleen van Finabank. Nee, de rest, dan hebben we nog. Hagerenbank zat erbij. 15 miljoen. Ja. Hagerenbank heeft ook geld. DSB. Finabank, DSB. Hoe heet die andere? Godobank. Godobank zit er ook in. Die Japanen. En dan, als dat het is, dan meester, dan is het niet alleen Franji. Nee, maar kijk, hij is de overkoepelende orgaan van de bankiersvereniging, toch? Hij praat voor ze. Ja, maar aan de andere kant is die 19 miljoen wat hier... Dat is totaal bedrag, hè? Totaal bedrag. Die van deze verschillende bankiersverenigingsbanken. Maar het is niet gestuurd door de banken. Nee, men heeft misbruik gemaakt van de centrale bank. Wel, dus dan denk ik van, dan zou je de centrale bank... Nee. Boters heeft het uitdrukkelijk gezegd. Die bank heeft klappen ondervallen. Kijk, wij hebben misbruik gemaakt van een staatsbank... omdat wij aan de macht zijn. Wij zeggen, kijk... We tapator die zeggen, we tak hier naar centrale bank, aber money die zien. Maar Nederland is niet dom. Ze hebben gezegd, ja, maar centrale bank, hoe kom je eraan dan? Wetmot, je moet toch ook een overzicht kunnen geven aan ons. Van waar die gelden komen. Begrijp je? En ja, toen bleek van ja, het zijn van die Gambio's. Jawel, maar dan is niet alleen meneer Franje. Nee. Allemaal Hagerenbank ook. Ja. Die is ook medeschuldig. Is ook object van onderzoek hier. Oh, okay. Strafrechtelijk. En ik kan je vertellen dat we een probleem gaan krijgen. Meester, deze zaak moet je nog een keer bespreken. Gaan we doen. Gaan maar we alleen hoor, ik hoef niet bij te zijn. Hele goede middag, u bent erin. Ja, dit is Fred Frits weer. Ah, meneer Frits, vertelt u het maar. Ja. Kijk nou, meneer Frits, we moeten eerlijk iets toegeven. Er zijn drie zwaargewichten van, voor het eerst hè. Is het coronavirus, voor het eerst zijn er drie zwaargewichten van Staanvaste bij elkaar in één programma. Alleen is één een bange scheiter. Eén is een bange scheiter. Dat nam ik. Nou, dat nam meneer Frits James, want hij op afstand. Dat kan ik ook zo naar samen in de studio. Nee, weet je wat er moet toch iemand, zeg maar, commandantschief zijn. Oké. Hoe gaat het met jullie, jongens? Wel, het gaat, man. Het is zo'n warme, hete uitzending geworden dan ik zelf gedacht had. Ik wilde even 2 minuten, meester, de groeten doen. Maar toen ben ik hier in coronasituatie beland. Oh, ik dacht dat je was opgenomen door meneer Sloten. Nee. gisteren ging helemaal los op staat. Wat heb je, broeder, mm-hmm. broeder Frans Hendrikus Pilas, wat heb je met meneer Sloten? Niks, ik vind hem, juist een leuke man. Ik denk van... Hoe kan iemand met zijn gezond verstand in zoveel tommiteit lopen? Frank, stop. Ik weet dat als er iemand is die cynisme en sarcasme met elkaar voor mij nog schuldig, om iemand te typeren, dan is het Frans Hendrikus Pilas. Okay. Maar goed, ga je gang. Nee, ik vind die man interessant. Ik denk... leeft deze man in een wereld? Leef ik misschien op aarde, nee, op planeet Mars? Of waar dan ook, want dingen wat hij zegt en vaker zegt, dan denk ik van deze man moet ik eens een keer bellen en spreken. Vandaar. Ja. En ik ben er. Ik vind het helemaal. Fred, ik weet niet wat ik ervan vind, maar ik denk van hoe kan mensen zoveel
nonsens en stomiteiten uitkraaien. Nou. En nog in geloven. Weet je, ik vraag die man bijvoorbeeld, hoe komt het dat de koers op zo 15 is? Hij zegt van 1961 was in VHP bezig met een plan om slimme Hindoestanen naar Nederland te sturen. Ik heb het gevallen. Frederik, ik heb het gevallen. Ja. Ik zeg je eerlijk, ik moest zo lachen. Dus dat is nog leuk. En ik dacht van, hé, maar wacht even, hè. Italiaan, deze man, directeur van Volkscontacten. Ja. Bureau Volkscontacten. Ja. Dat betekent dat die man daar een soort infuus is die ons volk dom houdt, dom maakt, nog domme politiek, la man. Ja, is waar. En die man krijgt podium, hè, om zijn onzin uit te... Nee, ze heeft mij ook toen gezegd van, ik praat niet met Nederlandse radio. Maar ik zeg, ja, je moet praten, ga je geen vragen stellen, geen moeilijke vragen. Ik hoor bij de Bakkanatori vragen. En toen heeft hij ingestemd van, ja... Met de belofte dat ik de Bacardinatoris vragen, hè, weet je, rode loper vragen. Ja. Ik rol die rode loper voor je uit en dan mag je. Maar kijk broer. Maar dat zit niet in mij. Maar er is hier een heel groot gevaar, hè. Want deze mensen, en ik hoop dat de Surinaams volk slimmer is dan deze mensen, die maken gebruik van het podium, de staatsradio SRS. En dat betekent dat deze mensen in staat zijn om een deel van het volk zodanig te begiftigen dat het niet dat mensen racistisch gaan, dus gaan denken. Hè? Doet hij ook. En, ja. dat vind ik veel gevaarlijker. Goed, in feite is hij de tegenhanger van de Farishad Kalu. Want Farishad Kalu die heeft het ook zo tegenover ons, hè. Ja. Weet je, en hij, meneer Sloten, heeft het zo tegen hun die staan, goed, dan gaat hij weer man. En waar hij al die theorieën dus vandaan haalt, ik had zoiets, deze man die moet schrijven worden. Man. Hij zegt, Pina, luister naar je achternaam, Pina's, hoe kan jij voor VAP zijn? Dus, om naar Pina's naar mij, mag dit je VAP. Hé hey Fred, ik wil de beste bestuurders hebben voor mijn land. Ik zie nu nog meer. Ik zie wat er in het Marwina ziekenhuis gebeurd is afgelopen etmaal en 48 uur. Dan is, wat is gebleken dan? Is dan iemand die helemaal geen verstand van heeft, maar die is partijloyalist, dan mag je die functie hebben en beslissen over mensen leven en leiding geven en beleids maken. Nou Fred, geef me 10 Chinezen hoor in plaats van een paar domme marons die mensen begiftigen en vergiftigen. Is goed Robbie Bakka, joh. Echt wel, geef me liever 10 Hindustanen, 10 Chinezen in plaats van 2-3 domme marons die... Het gaat weer door, meneer. Ja, tuurlijk. Meneer Even terugkomen op het corona-geval, want ik begrijp dat er in een stukje voorportaal via persconferenties en persmeeting het verhaal zo mooi wordt verteld aan de mensen, terwijl er eigenlijk nauwelijks een bepaald beleid erop wordt gegooid. Bijvoorbeeld, hè, er wordt gezegd dat straks in Paramaribo, het Sint-Vincentius ziekenhuis, daar wordt een centrum waar de mensen goed in quarantaine komen. Ja. Maar wat blijkt, dat ziekenhuis heeft geen goede beademingsapparaten. Dat ziekenhuis heeft nauwelijks equipment om de mensen dus op te vangen en te begeleiden. Dus dan vraag ik me af, maar hoe kan je dat dan gaan doen? Weet je, en nu pas eindelijk, dus vanmorgen, heeft men met lokale artsen, goed en specialisten, contact gemaakt, omdat er daar een aantal goed Cubanen komen helpen. Dus ik doe... Men doet maar en men houdt het volk voor dat men alles onder controle heeft. Maar meneer Frits James, ik moet u even wat zeggen. Hè? Kijk, die 50 Cubanen die komen, die komen gewoon via die uitzendbureau weer hè, naar binnen. En die moet je betalen. En er zit een tussenpersoon ertussen. En die gaat ook in dollars, hè? Wat zeg u? Je moet ze ook in dollars betalen. In dollars, ja, nee. En geen SRD-dollars, hè? Amerikaanse dollars. Nou, en ik heb nieuws voor jullie. Ja. En dit zijn die dingen die mij dwars zit, Fred en meneer Singh. We hebben het over steeds 50 Cubaanse artsen die naar Suriname komen. Tot heden zijn er nog geen 7 in Suriname. Ja. Dat klopt.
Dat is zo'n valse belofte weer om het achterland rustig te houden van, kijk, ik breng artsen voor jullie. Er is nog geen 7 artsen in Suriname. Het is 1 arts die bijna heel Marowijn, het Panoni gebied bestrijkt, of 2. En voor mij nog 2 in Sipaliwini en dat is het. En er is geen accommodatie voor om 50 buitenlanders op een volwaardig manier te ontvangen en te accommoderen. Dus kijk, en dat is het punt ook, hè. Ik zag dat op een gegeven moment China, die heeft artsen gestuurd naar Italië, hè? Ja. Weet je? Oké. Okay. En wat heeft China gedaan? China heeft artsen gestuurd, ze hebben equipment dus gestuurd. Hoe is dat ding? Maskers, beademingsapparatuur, dus alles wat je nodig hebt om in feite mensen op te vangen en te begeleiden. Die artsen, die komen alleen maar met een trolley. Ja. En verder niks. Tuurlijk, omdat alles daar geregeld is, alles staat in te wachten. Ja, gebouwen, huizen, alles. Maar het is, weet je, het is hoe lang wil je gaan om het volk voor de gek te houden en als de zo'n dingen. Dat, ik weet het niet. En dan, iemand heeft me gezegd van, je moet afwachten wat op 25 gaat gebeuren. Tsunamis gaan deze beleidsmakers flink afstraffen. Nou. Ja. Ja, kijk, ja, maar het is echt, iedereen heeft ze door. Ik weet het, kijk, iedereen heeft ze door, maar weet je wat het is, Frans? We worden nu opgenomen hoor, door Bakanda Toren in Suriname. Dus, weet je wat het is, Frans? Ons ik volk, het, omdat ik het weet, ik zie het hier. Ons volk heeft een soort Chipotle mentaliteit. Ja. Van, is dat van Asani? Jongen, toch doe maar wat passen, jongen, Kom stem die de man baka. De Marokko. De man de Marokko. Ja, de Marokko. Je moet de man met deze straat in mooi toch? Ja. Hey, mama. En daarvoor ben ik bang. En niks voor niks ook zie je dat men in de komende 60 dagen een heleboel projecten gaan is aan het uitrollen. Hè? Die coronavirus, die komt volgens mij deze regering heel goed uit. Goed zo, ja. Goed gezegd, ja. Het kwam heel goed uit om te laten zien wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. En ik zeg je eerlijk, als ze hier bij deze crisis laten zien dat ze niet deugen, dan geloof ik erin dat ze worden weggestemd. Nee, maar wat zouden ze moeten doen dan in crisis? Wij adviseren ze hier vanuit diaspora van alle presidenten van de wereld doen een toespraak of wat dan ook. Of spreken in een volk of in onderdanen moed in. Alleen boten ze niet. En op haar raden van ons heeft hij iets geroepen in een ompangje dat ze in Abu Sinai. Heeft zichzelf in quarantaine geplaatst. Dat ja. Nee, maar hoe zouden zij hierin kunnen blunderen dan? Ik bedoel, Fred, de wereldcrisis. Niet de wereldcrisis, was geen wereldcrisis. Maar de bankencrisis was in 2006, 2008. Ja? En tot 2010, 2009, 2019 gebruikt deze regering dat argument van door de wereldcrisis. De wereldcrisis. Ja. Dus ik denk dat ze corona ook helemaal gaan uitbuiten. Ja, maar dat zeg ik dus. Als ze het goed doen. Dus hoeven niks te doen. In de zin dat ze het volk hoop geven. Dat ze het volk aangeven dat het beter wordt. Dat kunnen ze maar. Broeder, dit coronavirus toestand is een heel ingewikkelde materie. Ik geef maar een heel simpel voorbeeld. Hè. De scholen in Paramaribo, die worden gesloten. Mm-hmm. Of in het hele land. Ja, toch? Ja. Is er een voorbereiding getroffen om in die 2-3 weken de leerlingen van de MULO en noem of het volgende onderwijs ondersteuning te geven? En wat wordt dan verstaan onder het vrij zijn van school? Nou, broeder, ik kan je zeggen, die Times Mall, Kratlatowski, Ospanik, want drum, dus met leerlingen. Waka Suma dus. En dat is niet de bedoeling. Ja, want de coronavirus. Ja, je moet thuis blijven toch? Je moet niet gaan hangen op straat. Thuis blijven en dingen online volgen. Juist. Ja, dat is wat maar die voorbereiding is niet gemaakt, broer.
Het heeft gemaakt, wat gaat op jou doen? Hoi Fred, ik weet niet eens wie het land bestuurt, man. Maar bepaalde dingen, het lijkt alsof mensen zomaar ad hoc beslissingen nemen en dat ze af en toe naar staan vast te luisteren en dan proberen te repareren. Ik ga je vertellen wat mij is gebeurd, hè. Mm-hmm. Vrijdag of zaterdag, geloof ik, is bekendgemaakt dat de luchtruim van Suriname wordt dichtgegooid. Ja. Weet je wat dat betekent, een luchtruim dichtgooien? Dat weet jij. Ja, want jij zit daar bij Schiphol, sorry. Ja. Wat gebeurt er? Mm-hmm. Ik bel even rond, ik bel aan mijn shipping, zeg van luister, betreft het met vervoer van passagiers? Ik hoor van de KLM, alle passagiers die ze hebben gebracht worden weggehaald. Logisch. Dus de mij vreeg lang had die legi. Ja. En de man kon naar Desma. Oké. Ik bel verder met de shipping die zegt van Fred, vracht komt wel. Ja. Maar tot en met 20 maart. Oh. Dus wat doe ik? Ik geef die jongeman die daar voor mij de bestellingen doet, opdracht, met zijn lijf, de man, met kamer, met de wiri, oké. De markten dus zijn dicht, dus hij kan die virus daar niet vinden. Maar goed, is al vast aan de Amerika Fukushima, allemaal vind ik virus. De gekeurde virus. Hij gaat vanmorgen heel vroeg naar LCC om daar de keuren dus te laten keuren. En wat staat er? Gesloten tot nader orde. Ja, ja. Dus er is geen afstemming. Nee. Dus dat betekent. Ja. De wil dan maar bij, noem maar pas, iemand die de wil die de man bakken, de last money. Of je te kakaf, je zoekt pas de wil niet gekeurd. En ik van wil ik kon ja, dan ben ik dan wil ik weer want een stempel nog daar. Dus je ziet wat er dus gebeurt, er is geen afstemming, er is geen beleid, er is niks. Want dat betekent, LVC, die moet worden teruggekomen zeggen van jongens, vracht kan wel worden vervoerd, dus jullie moeten blijven keuren, maar die maakt het aan boord gewoon tapapressie. Mm-hmm. Gesloten dus tot na de orde klaar. Dat soort dingen, dat is beleid en weet je, en daar heb ik last, daar heb ik last van. Want misschien moet je die toespraak horen van de president. Ja, maar wat doen wij? Wat gaan wij doen? Wat is ons plan? Wat is ons noodplan? Iemand roept 2000 bedden is gereed, de VP. Fred, ik heb zitten kijken. Een van de grootste ziekenhuizen in Nederland is Erasmus hier, medisch centrum. Die heeft nog geen 2000 bedden hoor. Die heeft iets van 800 zoveel bedden. Mm-hmm. En 2000 bedden, dat zijn, dat is een zesdelige flat met, ja, ik weet het niet. Je moet weten waar het over gaat. Ja, ik begrijp het. Weet je, en toerisme Suriname, Surinaamse toerisme stichting had ook al uitgerekend dat in Suriname er plaats zijn voor 1500 kamers voor toeristen. Begrijp je dat? Ja, ja. En dan moet je kijken hoeveel hotels er zijn en hoeveel appartementen. En dan nog vindt SATKA, Surinaamse toerismeorganisatie, dat er maar 15. Ik probeer al vergelijking te geven. Dus als zo'n VP roept van, we hebben 2000 bedden gereserveerd, denk van waar en wanneer, waar zitten die bedden? Ja, ja, hoe gereed ja. zijn ze? Dit is demagogie. Dit is... Ja. Maar meneer Fritz James, ik denk dat wij niet een fout moeten maken. Want ja, ik blijf erbij, wij zijn standvast. Er is wel goed beleid hierop, op die coronavirus. Weet u? En dan noem ik één datum wanneer we gaan zien dat het beleid uitmuntend is. Dat is 31 maart. Zegt dat u wat? Ik denk dat de man dan op 30 maart gaat aankondigen ja. dat alles weer normaal is, waardoor hij met zijn Paarse elite naar de rechtbank een mars kan lopen naar de Wilfredstraat. Ja, oh ja, ik was die daar. De rechtbank toch? Jezus, hij man. Moet naar de kruisraad. Weet Fred, hoeveel problemen moet één persoon hebben? Dat kan toch niet?
Ik ben 31 maart ook al vergeten, man. Ik denk aan andere dingen. Weet je, dat is ook dat is je mag het niet. Je bent pina's en je zet bij Stavassen. Ja, je mag het niet vergeten. Ik vergeet dat soort dingen. Ik denk, er zijn andere dingen. Ik denk aan kastreserve. Ik denk aan de koers. Ik denk aan de rijen van en de dollars van Tjotilal. Ja. Ik denk aan Roemer die nog niet uit de verf kan komen. Ik zie zoveel meer dingen. En dan nog 31. Hoeveel problemen kan... Hey man, ik weet het niet hoor. Ik wens meneer de president allerbeste toe. Hè. Ik wil niet dat er iets met hem gebeurt. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Maar in deze verlichte tijd is het normaal dat je dan plaats maakt. Echt uit liefde voor het land van jongens, mijn gezondheid, mijn privéomstandigheden. Neem het over. Dat is niks mis mee. Dat is zo'n grote leider. En je kan alles zeggen van Fidel Castro. Toen hij begon te dementeren. Ik zei niet dat hij... Ik trek geen vergelijken hoor. Maar toen Fidel Castro het niet meer zag zitten en dementeerde. En geen lange toespraken meer kon houden. Heeft zijn broer Raoul gevraagd van neem het over. Ja. En toen Raoul leeft nog hè. En Raoul zag van nee joh. Mij, in deze tijd. Ik weet niet of ik nog een dictatuur in deze vorm van mijn broer zou kunnen voortzetten. Ja. Heeft hij al andere kanalen, heet hij. Die is nu, weet je, anders. Dus dat is ook regeren. Dat is ook liefde voor het land. Dat is tot besef komen dat de weg die we zijn ingeslagen niet meer deugt. Ja, Castro zei van, het gaat niet meer. Het gaat niet meer met mij, maar ik ben te vaak... Maar kijk, heren. Hmm. Laten we één niet vergeten, hè. En dat is ook waarmee ik worstel de laatste paar maanden hoor, omdat we liefde hebben voor het land, hè. Ja. Is hoe misdadig moeten wij de mensen die de president adviseren, vinden of niet. Dan noem ik een aantal namen. Meneer Van der Sand. Mm-hmm. Meneer Jules Wijnenbos, een van de allerbeste bestuurskundigen die we ooit hebben gehad in het land. Meneer Jozef Zoon, die zit ook daar. Dan zijn er nog meer mensen die rondom die goede man zitten. Hoe misdadig zouden we die mensen toch moeten vinden? Want kijk, op het moment dat die man handelt, dan handelt hij in conclave met dat soort van lieden. Dus, ja. Maar Fred, ik kan bijna voor die mannen antwoorden. Ik denk van, als ik daar zit voor eigen belang, dan, en als het is iemand die geen tegenspraak duldt, dan zou ik mijn bek ook houden en mij iedere maand cashen en jatten wat ik kan jatten. En conclusie, en dat wij die man in leven houdt, hoe dan ook, of wat er ook is, weet je, en misschien is het al... Conclusie, de mannen die daar zitten rondom de man om het kabinet, mm-hmm. die hebben puntje met het land. Absoluut. Dat is dat hele ding. Dat is niet alleen daar hoor, heel NDP. Ja, en ik zeg je eerlijk, en dat zijn dus dingen die, kijk, naarmate je, goed, ik zit in een andere leeftijdsklasse, uh-huh. naarmate je rijper wordt in leeftijd, zie ik hoe ik steeds bozer word op dit soort van lieden. Mm-hmm. Weet je, want je denkt van, je bent 70, je bent mijn leeftijd. Ja. Zou je fokken rond morgen? Ja, Fred. Doe ik op visie. Ja, maar zo. Nee, maar zo denken mensen met een vreemd geest. Ik denk dat ik een koeri. Ja. Ik denk dat ik een lolleka pafu de fabulines is, een salman. Ja. Maar het afpachtige gualok toe. Ja. Ben je goed trimmen? Of go do tuinierlijk Venetiaan? Ja. Ja. Ik denk dat wij een fout maken, meneer Frits Steeves en meneer Pinas. Kijk, luister nou, deze mannen kunnen niet terug. Want kijk, hoezo? Ik wil dan de zekerheid. Als ik in hun schoenen stond, zou ik zeggen van moet je luisteren, ik wil dan een zekerheid hebben. Ja, want kijk, als je kijkt naar deze heren, stuk voor stuk, allemaal zijn betrokken geweest bij een hoop strafbare feiten. Ja? Nee, maar kijk, ho. Aha. Meneer Singh, ja. Luister hè, dat weten we. Maar weet je wat het punt is? Het systeem
in Suriname is van die aard. Alsou Chan, CHP, komen met 34 zetels. Zal nooit worden gezorgd dat deze mannen in de bak komen. Weet je waarom? Mm-hmm. We hebben een soort ingevoerde christelijke mentaliteit van Sarati. Nee man, Fred, is niet waar. Fred, dat is geen christelijke hoor. Is niet waar. Dat is duivels. Nee, het is ja, inderdaad duivels. Het is eigen, eigen gebroed hoor. Dat naar duivels, maar ik bedoel... Dat hebben we. We gaan ze niet in de bak gooien. Nee, maar waarom meneer Fristin? Waarom? Ik kan ze gebruiken, ik kan ze altijd misbruiken. Bedreigen om te zeggen, ja, goed, dan start ik een zaak met jou morgen. Dat doe ik. Luister, de belangen, en dat is dat ding, de belangen van alle partijen, behalve, denk ik, NPS ook waarschijnlijk, die zijn in elkaar verwrongen. Ja. Omdat die belangen verwrongen zijn, zal niemand de guillotine gaan leggen op de house van mensen die daar, zeg maar, corruptie hebben gepleegd. Mm-hmm. Kijk wat er gebeurt op dit moment. Nu pas gaat men de zaken rondom naschoolse opvang onderzoeken met getuigen. Jullie kon horen. Als je 60 getuigen, als je 60 getuigen moet horen en je hebt 60 dagen te gaan voor de verkiezing. Wanneer heb je die laatste getuigen gehoord? Is toch eind december? Ja, dan nog niet hoor. Dan ben je nog niet klaar. Dus. Maar kan het ook niet zo zijn, meneer Frits James, dat voor 25 mei ik wil dat er een besluit komt van moet je luisteren, we hebben alles onderzocht en deze mensen hebben zich nergens schuldig aan gemaakt. Aan strafbare feiten. Hier is een vrijgeleide. Niemand. Dat is ook mogelijk. Ja, want kijk, de eerstvolgende regering, die kan het dan niet meer verder onderzoeken. Want in mijn wereld, weet u, nemo te natuur, zeggen we. Je mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde feit. En een vrijspraak is een veroordeling. Het is vrij, maar het is je bent dan veroordeeld tot vrijspraak. Oh. En dan kan je niet meer tornen daaraan. Ik bedoel, een vrijspraak is een uitspraak. Is een uitspraak, ja. Ja, maar dat is een veroordeling. Nee. Een veroordeling is ook een uitspraak. Ja, ja. Weet je? Een vrijspraak is een uitspraak. Ja. Je hebt een uitspraak. Uh-huh. En een uitspraak kan zijn vrijspraak. Of veroordeling. Veroordeling, ja. En dan zeg ik van, kijk, deze mensen zitten gewoon in stratjes schoen te vegen. Maar dat vind ik niet erg, ga je orden breken, meester. Ja. Het ergste is, Fred en meester, het is dat je kan stelen en dan word je weggehaald. En dan mag je alles behouden wat je gestolen hebt. Terwijl ik geleerd heb... Erger nog, broeder. Je wordt nog betaald. Je krijgt een hogere functie. Ja. Ja, je wordt doorbetaald als je niet oppast. Je mag thuis zitten. En je krijgt een hogere functie. Ik heb juist geleerd van... misdaad loont niet. Dat wil zeggen, van als je gestolen hebt, gaan ze alles van je afpakken en je gaat de bak in. Dus je moet niet aan denken. Dat is toch wat wij geleerd hebben van misdaad. Ja, maar je weet, er is een tegeltjeswijsheid in zijn goed in Suriname. Hè? Uh-huh. Dat zegt, God weet en doet alles en Suriname doet het anders. Oké. Ja, ik ken een andere meneer Frisim. God weet en ziet alles. En hij verraadt ons niet. Dus we kunnen doorgaan. Ik ben hier aan het werk. Ja. Ik ga even verder. Maar ik wou er nog even iets vragen, maar voordat u weggaat en zo. Ik weet dat u... Kijk nou, zeg ons niet. We weten in welke situatie we ons bevinden. Weten wij met z'n drieën. We kennen onze manco's en dat soort dingen. Ik weet dat u hebt het druk, ondernemer en dat soort dingen. Ja, wij, meneer Pinas ook, weet u. Maar nog een laatste vraag, voordat u weggaat. Want we zitten niet altijd samen bij elkaar om over allerlei dingen te praten. Ik heb tegen meneer Pinas gezegd, moet u luisteren, er is nog een virus die gaat overwaaien in Suriname. En dat is een nog vervelende virus. En dat is die virus van de verkiezingsvirus. Of fraudevirus is dat. Want we hebben het gezien, die fraudevirus heeft toegeslagen bij Venezuela, bij Maduro. Het heeft geslagen bij... Guyana? Niet in Guyana nog. Evo Morales in Bolivia. Ja, ja. En toen is hij naar Guyana gegaan, is hij overgeslagen. En hoe kan deze virus dan niet naar Suriname komen, meneer Frits James? Dan mag u gaan ondernemen weer.
Ja, dit is hoger dan wiskunde, maar weet het niet. Maar u bent onderwijzer geweest, dus u moet het beter kunnen. Kijk, weet je wat het meest enge is, hè? Ja. Het meest enge is, en dat vind ik jammer, aan de ene kant, ik ben blij dat groeperingen een soort verkiezingsfraudecomité hebben opgezet, hè? Maar weet je wat het punt is? Als je zoiets opzet, dan moet je het al 4 jaar geleden hebben opgezet, omdat men de gelegenheid heeft gehad om 4 jaar geleden, na de laatste verkiezingen, alle kleine dingetjes die men nodig had in te bouwen. En om die dingen te ontrafelen in dat systeem, in die instituten, dat doe je niet in 60 dagen en niet ook bij de verkiezingsbus. Kijk, niet voor niks heeft men Anton Paul, hij is ouder dan mij, volgens mij is hij bijna 75, teruggehaald om te komen ondersteunen bij CWB. Niks voor niks. Omdat het gewoon simpel, Anton Paul, die kent dat bevolkingsregistersysteem als niemand anders. En hij weet ook hoe je zaken moet kunnen invoeren, waardoor alles wordt gelegaliseerd. Dat weet ik van Anton. En hij is een kei in. En sorry hoor, als de uitslag zou worden zoals Paas het zou willen, dan wordt het ook de uitslag zoals Paas het zou willen. Daarom ben ik blij aan de ene kant dat ik hoor dat er een ontzettende monitoring zal geschieden vanuit kiezerslijsten, vanuit stembureaus en noem maar op. Ik hoop dat het allemaal lukt, waardoor die fraudevirus verdrinkt in een quarantainrivier. Ja, en is goed. Het is. Maar ik heb er toch een hart over. Nee, maar ik heb dingen gehoord, Fred. Ik sprak met assembleeleden en ik ken de Surinaamse wetgeving heel goed, vooral de grondwet, die ken ik helemaal uit het hoofd. Dan zie ik dingen gebeuren, denk van, wauw, wat gebeurt hier? Is er niemand in Suriname? In Suriname heb je een procedure toch, voordat je Surinamer wordt. Naturalisatie. Ja, voor naturalisatie. Dan is er eerst de vreemdelingenwet. Goed zo, ja. Dus in Suriname, als je Suriname, is eerste stap is, je bent illegaal. Je komt in het land, je hebt nog niks. Ja, dan ben je een vreemd. Dan ga jij voor, hoe noem je dat? Verblijf. Een verblijfvergunning. Je gaat op zoek naar een verblijfvergunning. En als je verblijfvergunning hebt, daar gaat de vreemdelingenwet over. Ja, dat is de vreemdelingenwet. En als je na een paar keren verlengd hebt, verblijfvergunning is goed, je bent goed voor Suriname en niks met justitie, dan komt naturalisatie. Maar ik hoor niet dat. Wacht even, maar dan moet je eerst een werkvergunning hebben, hè? Natuurlijk met vreemden. Je moet je inkomsten zelf kunnen derven. In de vreemdelingenwet al kom je daar, mag je dan werkvergunning regelen. Maar ik zie nu dat mensen genaturaliseerd worden zonder deze procedure te volgen. Hoe kan dat? Waarom? En wat is de bedoeling hiervan? Want is zo'n hele procedure, het is heel simpel. Alle Surinamers of iedereen die iets met Suriname heeft, affiniteit en Surinaamse grondwet en wetten en regelgeving in Suriname volgen, weet dit. Dat het eerst je bent illegaal en daarna ben je met een verblijfvergunning bij een vreemdeling. En dan pas mag je gaan voor naturalisatie. En dan praten we over bijna 5-6 jaren. Maar ik hoor mensen binnen een week genaturaliseerd zijn. Hoe kan het dan? Maar Frans, kijk, je hebt net gezegd, kijk, voordat men jou in beeld heeft, dan ben je illegaal, hè? Absoluut, dat is de eerste stap. Oké, en wat is het punt? En als je illegaal bent, dan kan men jou een zogenaamd algemeen goed pardon geven. Dat is dan vriendeling status. Oké, maar wat zie je, en je hebt gelijk, maar wat zie je, de algemeen goed pardon,
Dat hebben we nergens gehoord. Nee, nee, sterker nog, zelf als je dat zou geven, dan maak je mensen eerst vreemdeling voordat je ze tot Surinamer maakt. Ja, je moet eerst via de vreemdelingwet. Dat is heel normaal. Je kan niet gelijk komen in het land en morgen Surinamer. Alleen, ja, de president kan uitzondering maken voor bepaalde functionarissen. Dat staat ook in onze grondwet, hoor. Bijvoorbeeld een governor die aan de nationaliteit... Maisha Neus, Van Trek. Van Trek kan je doen. Ja, Roemer. Dat kan, uitzondering, hele klein sumier. Maar hier gaat het om groepen die nooit iets bijgedragen hebben, kennelijk aan de Surinaamse economie. En ik hoor weer dat... Sterker nog, er zijn 400, ja, waarvan 6 een baan hebben. 175 ongeveer geen vaste inkomen hebben. Uh-huh. En de rest is werkloos. Maar Fred, weet je wat mij dan meest verbaast? Die zijn aangedragen, deze vreemdelingen, die zitten bij in het Sipaluni-gebied daar, Apura daar, in Washabo. En weet je, die zijn aangedragen door kapitein. De kapitein die ooit een brief gestuurd zou hebben naar een massameeting van NDP, dat niemand welkom in het gebied. En wat breek ik achteraf? Het is niet waar, de kapitein had het nooit geschreven. Of ik weet niet. Maar anyway, hij heeft zich gedistanceerd van die brief. Nee, ho. Ik denk dat het die meneer was van volkscontacten. Ja. Ja, van het bureau volkscontacten. Hè? Ja. Maar die man moet zo contactjes maken. Ja, volkscontacten. Dus toen ik hoorde van het is weer van diezelfde kapitein, daar denk ik van. Als ik deze kapitein te pakken krijg, dan gaat hij zich weer distancieren van hij weet er niks van. Maar niemand kan hem bereiken in Suriname. Ik heb journalisten, collega gestuurd van Aksa Gragosukov met de kapitein Aksa, maar die man heeft geen telefoon meer en niemand kan hem echt bereiken. En hij zit heel diep in het binnenland in Suriname. Maar die man... Misschien moet meneer Sloten vragen om die man van ons op te sporen. Meneer Sloten is erg boos op hem. Meneer Sloten is boos op Stanvast. Hij maakt nu graag van Stanvast iedere dag. Dus dat komt niet goed. Maar het is wel is juist die lijn van meneer Sloten die brief uitgebracht had naar het podium van NDP. Het is weer die lijn van volkscontacten die namens de gramma weer optreedt om te zeggen van ja, hij heeft 200 of 300 mensen die bijna 10 jaren illegaal wonen in zijn gebied en die moeten nu illegaal gemaakt worden. En achteraf zijn die heel veel van hun Haitianen, die hebben nog nooit daar gewoond. Het is niet erg, Fred, hoor. Maar dat een assemblée, een nationale assemblée, haar eigen wetten vertrapt. Ja, ja. Boy, zo ver moeten we nog zinken, man. Maar er is nog iets gevaarlijks, hè. Kijk, 14 maart was er inzage in de kiezerslijst. Mm-hmm. Ja? Dat wil zeggen, alle kiesgerechtigden die staan op die lijst en je mag gaan kijken voor je naam en of alles klopt en zo. Mm-hmm. Maar dan zeg ik tegen mezelf, kijk, deze mensen zijn dan genaturaliseerd. 14 maart was de deadline. Wat ga je doen met hun? Ga je ze toch erop zetten? Want dan zeg ik van, kijk, dit zijn allemaal, dit is gewoon, als het ware, munitie waarmee de oppositie al op voorhand kan afschieten van ja, die verkiezingen zijn niet eerlijk. Ja, die mensen zijn alleen maar genaturaliseerd om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. En dan zeg ik van ja, kijk, die virus begint al stukje bij beetje te waaien naar Suriname toe. En ja, niemand anders dan de wetgever, de Nationale Assemblée, heeft hiervoor gezorgd en medewerking verleend. Voor die naturalisatie. Ja. Nee. Want je mag niet afwijken. Het is niet de Nationale Assemblée. Het is een groep van 26 plus nog een paar overlopers. Ja. En dan, weet je, en dat doet pijn. Ja. Want nu gebruikt men de Nationale Assemblée als instituut die dat mag doen en dat ook gedaan heeft. Dat is niet waar. Dat is gewoon vanuit Broko Bakka gedirigeerd van jongens, met de man, volgens contacten, regel die mannen snel. Dan vertrap je een hele wet voor zoveel mensen. Je kan een wet 1 keer overtreden voor 1 persoon. Dat staat duidelijk in de grondwet, meester. Ja. Voor bepaalde personen met uitzonderlijke... ik moet het artikel voor jou zoeken. Het komt erop neer van de president... naturaliseert iemand eigenhandig als die persoon een bijzondere functie of een bijzondere functie kan iets kan betekenen voor Suriname wat er niet is. Ja.
Weet maar je, deze mensen hebben die functie niet. Nee, dus ze maar, vallen niet onder die presidentiële dingen. Nee, die moeten allemaal illegaal en dan... Die moeten gewoon via het assemblee. Maar, en ja, maar die, broeders, ja. Broeders, er is nog hoop. Ja. Die meneer begrijp, heeft altijd hoop. Nee, want ik begrijp... Nee, ik heb altijd hoop. Ik ben altijd een positief mens, hè. En ik moet zo haakjes. Ik had een relatie en die zei tegen mij, Fred, je bent zo positief. Als zou het huis in, goed in brand vliegen, zou je ook zien wat je met de as zou kunnen doen. Mm-hmm. Oké. Mooi zo. Maar luister, ik heb hoop. Want ik begrijp, want ik lees tussen de regels door dat mevrouw Van Dijk Silas heel kritisch en boos is op de gang van zaken ten aanzien van hoe die verkiezing wordt ingericht, nee, hoe de dingen lopen. Ja, absoluut. Ja. En dan vraag ik me af, moeten wij als Standvaste Radio niet telkens maar elke week en elke gelegenheid aankaarten om haar te bellen en haar dit soort van zaken voor te leggen met ingevingen en conclusies trekkende van zijn we op weg naar een frauduleuze verkiezing en noem maar op. Ja, maar, nou aan jou de opdracht is, jou, is familieband her tussen jullie? Oh ja joh. Ja, nou, Fred, dat weet je. Hey, ik ga iets hier zo bossen hoor. Nee, het is zo'n nicht van Fred. Dat hebben ze hier, gezegd bij de studio. Ik zou professioneel contact met hem maken. Ja, nee, maar ik bedoel, gebruik je familieband om haar om te overtuigen dat wij haar vaker hierover... Ja, goed, we gaan het maken aan de vinger. Dat we haar elke zondag bijvoorbeeld in de uitzending door de week mag ook. Door de... Of door de week, waardoor we eigenlijk... Want het is heel ernstig. Ja, ze kaart dingen aan, maar het lijkt alsof... ik voel een soort gelatenheid. Ja, en dan vraag ik mijn vrienden daar in de journalistiek. Hè, die zeggen van, boy, wat is die gelatenheid? Hoe hoor je wat mevrouw Van Dijk Silas roept? Zeg ja, we weten het. Hoor je wat er gaat? En dan weet je wat die vrienden, die mensen in de journalistiek mij zeggen, Fred? Nospang, ze gaan toch boten ze afstraffen. Dus maakt niet zo uit, ze weten al, anders moet die... Helemaal. Maar ik ga u één ding zeggen, heren. Kijk, wat mij betreft, ik ben mijn vertrouwen kwijtgeraakt in mevrouw Van Dijk Silas. Mm. En ik ga haar telkens bespreken. En tot nu toe kan ik aantoonbaar zeggen van dat zij een paar dingen heeft gezegd dat niet op waarheid berust. En dat ga ik aantonen in mijn programma's. Oké. Okay. Ja, met name is vooral... Is jouw programma hoor, ik ga je ja, nee, je mag niet weggaan. Nee, kijk. Kijk, jullie praten rechtstreeks met haar. Prima. Ja, ja. Ik praat niet rechtstreeks met haar. Ik heb daarvoor gekozen. Ik ga wel je over haar niemand, praten. Je praat nee. alleen over mensen. Nee. Maar ja, je praat ja, nooit ja. met mensen. Nee, ik kijk. Het moet tweerichtingsverkeer zijn. Dat is tussen zien... RPZN, hè? Ja, goed zo. Meneer Sien praat niet met mensen. Hij praat over mensen. Ja, ik praat over ze. Ja, maar meestal heeft hij wel feiten, hoor. Ja, en ik heb feiten wat betreft mevrouw Silas. Want er klopt iets niet. Vooral, kijk, als mevrouw Silas A zegt... en bijvoorbeeld minister Van Bisa, die zegt B. Ja. En die ene beschuldigt die andere. Van ja, nee, maar het is op zijn bordje. En die andere zegt nee, het is op zijn bordje. Dan zeg ik, kijk, ik raak daar hier van een beetje gefrustreerd. Van hé, hoe zit het nou? En dan ga ik lezen en dan zie ik van, hey, kijk, beide hebben gelogen. Weet je, zowel de minister Noor Salim van Binnenlandse Zaken ja. als mevrouw Van Dijk Silas. Nee, je weet, er is één waarheid, hè? Ja. Dus iemand zal de waarheid nee, daarin gesproken. Er is één waarheid. Ja. Het zit in dat boek. Ja. In die wetgeving, de kiezerwet. Maar meneer Singh, over welk geval heb je dan? Een concreet geval. Dat geval ze heeft gelogen. Ja. Oké, kijk, er zijn, we weten, ik ben het aan het onderzoeken over dat ding van die buitenlandse waarnemers. Hè. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Er is één belangrijke, dat is die Carter Foundation. Ja? Het is een NGO, een non-governmental organization. Hè. Die mannen komen met grof geschut, dus met veel mensen. En er zit een prijskaartje aan. Want ze doen het niet gratis. Oké, er is over gesproken. Maar aan de hand van die prijskaartje heeft men gezegd... ja, dat doen we het niet. En dan gaat men er doen van... kijk, oké, dan pakken we de CARICOM. Is ook goed. De ACP-landen en dat soort dingen. En de ambassades. En de ambassades, ja.
Ja, maar ik zeg, moet je luisteren, de aangewezen organisatie, die Carter Foundation, zou een beter beeld kunnen geven. Ja, omdat dat een non-governmental organisation is. De CARICOM houdt rekening met zijn imago. Want ja, we hebben al de Venezuela, Bolivia en nu Suriname ook nog en Guyana. Ja, dan gaan die mensen zeggen, ja, maar het Caribisch gebied is echt een verloren gebied. Wegwezen daar, weet je. Maar ik zeg, kijk, mevrouw Silos heeft gezegd van, moet je luisteren, het ligt niet op mijn bordje. Het ligt bij BUSA, die moet die beslissing nemen. Mm-hmm. En ik kan u dat geluidsfragmentje laten horen. Ja, 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 meneer nee, BUSA nee. heeft gezegd van, nee, wij gaan daar niet over. Dat is OKB, mm-hmm. die gaat erover. Ja. Ja, maar even, maar meneer Sien, yeah, goed, yeah. voor mij beperkte kennis omtrent wetgeving en diplomatie, hè? Ja. Yeah. Mevrouw Silos, die heeft toch niet de autoriteit om een buitenlandse organisatie te accommoderen? Dat is toch alleen maar BUSA, punt uit. Zeker. Nee, nee, zo werkt het niet. Mevrouw, het gaat over controle. Ja? Ja. En die controlemechanisme ja. moet niet alleen intern zijn, maar ook extern. Ja, ja? Ja, ja. Ja. En wie bepaalt dan die dingen? In goed overleg, ja, ja. Mevrouw Silos plus BISA. Mevrouw ja. Silos krijgt budget van BISA, weet je dat? Ja, ja, ja. Ja. En als ik het vraag, mm-hmm. van moet je luisteren, ik wil Carter Foundation. Mm-hmm. Ja. En BISA kan zeggen nee. En BISA zegt ja. Maar dan moet je mijn grondige reden geven. Dat hoeft niet. Of nee, ik omdat de telefoon je, dan niet. Moet je die wet wijzigen. Dan moet je zeggen, er mag geen externe controle zijn. Ja, je niet. Kan zeggen, maar we kunnen zeggen van, ja, ik noem een paar landen, die is niet welkom. Ja, maar dat ik is wil dat geen Servië toegevoegde komt. Waarde. Nee, ja. maar dat is Suriname, minister. Je maar praat dan, over een ja, norm. Ja, ja, maar in, perfect. Mm-hmm. Maar dan kaart het aan van, moet je luisteren. Mm-hmm. We halen Servië en Cuba en die dingen. Ja. Klaar. Dan zeggen we, oké, okay, we nemen jouw verkiezing niet serieus. Dan, je mag het doen. Je mag je verkiezing houden. Maar wij nemen het niet serieus. Uh-huh. Snap je? Terwijl als jij een serieuze verkiezing wil houden, dan zeg je van, kijk, de non-governmental, niet aan een land gerelateerd, en die gaat dat ding op een heel andere manier bekijken. Ja? Het gaat om die wetgeving van Suriname. En kijk, dit ding gaat ook nog ter sprake komen, hè, van die naturalisatie. Mm-hmm. Dat gaat ook een zwarte smet op die hele verkiezingsprocedure van Suriname leggen. En ik zeg je van, kijk, de kieswet, dat is die wet wat je moet aanhouden. Zowel mevrouw Silos als meneer Noor Salim. Van Noor Salim heb ik geen hoge pet op, want ik weet dat ja, die man... Die deuk van geen kanten, laat me het zo zeggen. Mevrouw Silos heeft zijn gratie bij mij verloren. Sedert dat ding van die artikel 148. Ja, die noodtoestand en al dat soort dingen. En ja... Ze was in functie, hoor. Nee, ze moest meedoen. Ja, maar... En ook dat gedeelte waar ze in het parlement... door de microfoon de Maron geboefte noemde. Ja. Weet u? Dan zeg ik van, ja, kijk... Je mag scherp zijn, maar je moet een beetje... Je woord niet keuze was niet goed, maar ik begreep wel wat ze bedoelden. Die woordkeuze was niet goed. Iedereen begreep het, maar toch, bedoelde, je mag het niet zeggen. Ik begreep wel wat hij bedoelde. Maar het woordkeuze was heel slecht. Maar het was slecht. Een ministerie met heel veel ABOP-loyalisten. Ja. En er gingen heel veel dingen mis daar. Ja, nou, ze hebben zelf die hele vreemdelingendienst verbrand om bij bewijsmateriaal te vernietigen. Dus ik kan haar op... Ze heeft het niet goed verwoord, hoor. Maar meneer Frits James, u begreep waar ik naartoe wil gaan, hè? Ja, ik begrijp, maar ik wil even terugkomen, hè? Ja? Kijk, als op een gegeven moment het nationaal geen gehoor kan vinden bij de 26 plus mensen van... het hoogste college en wellicht heeft Suriname zulke zwakke instituten dat deze gelegaliseerde fraude ingevoerd wordt, dan is de volgende stap dat je het internationaal alvast gaat aankaarten, net als hoe VHP bij allerlei financiële instanties internationaal heeft aangekaart van jongens, leen Suriname geen geld meer. Melinda Mamoni Moro. Wat ik dus wil zeggen, als het blijkt dat het nationaal geen gehoor vindt, dan moet je het hoger opzoeken. Ja, ja, ja.
deponeer het bij Goed Caricom, deponeer het bij OAS. Ja. Deponeer het bij de iWatcher die te maken hebben met elections. Nee, dat is waar. Ja, precies. Ja. Maar ik kijk, waarom gaat de VHP het doen? Kijk, meneer Frits James en meneer Pinas. Ik ben iemand die heel raar gaat nadenken. Omdat ik, u weet toch, we gaan het niet zeggen, maar u weet wat ik doe om aan mijn brood te komen. Hè. Maar kijk, analytisch, ik zeg u, in 2015 heeft de VHP een vreselijke stunt uitgehaald. Ja, en mensen begrijpen het niet. Omdat we afgericht zijn om anders te denken. In 2020, tot nu toe wat ik zie, zeg ik u dat de VHP mee gaat doen met de verkiezing. Maar ze willen niet winnen. Ze willen met zoveel mensen, mogelijk mensen in het parlement komen zitten om die salaris te beuren en wat extraatjes. Maar om te regeren willen ze niet. Waarom? Omdat ze weten, er valt niks te regeren. Er is niks om te regeren. En ja, dan ga ik mezelf niet blameren door te zeggen van ja, ik kom in het machtscentrum, dat doe ik niet. Meneer, laten we goed teruggaan naar de probleemstelling die we hadden. Ja. Dat was met de legalisering van een fraude. Ja. Als je nationaal niet in staat bent om het aan te kaarten bij instituten, goed en waar dan ook, dan moet je het gewoon weg hoger opzetten. Internationaal, ja. Ja. Oké, en dat kan net zo goed kunnen andere partijen het doen. Of maatschappelijke groeperingen, NGO's, Democratic Front en noem maar op. Mm-hmm. Weet je, dat moet je dan goed dan doen. Ja. Begin dat ding alvast nu onder de aandacht te brengen van de wereldpers. Heren, ik ga u groeten. Dank u. Ik hoop dat u uw pakket nog steeds uit Suriname krijgt en dat die minister van LVV open gaat. Sterker nog, ik wil hiermee afsluiten. Ik denk van, moet Suriname niet als de grote landen een voorbeeld aannemen? En dat in de meeste landen, de meeste democratische landen, worden verkiezingen georganiseerd door een verkiezingsautoriteit en niet door een zittende regering. Precies, ja. Die zittende regering zorgt alleen voor financiën. Dat er financiën ja, goed is, zo, dat de organisatie ja. kan werken vrij, ja, goed maar zo. Voor de rest... Dat is hem. Dat is een meneer Frits James. Dat zouden wij moeten doen. Maar Boutus heeft in het binnenland gezegd van... If Wama, daar maakt hij de laatste verkiezing naar Juwani. Ja. Dus Noga Abo Bedrida NDP heeft hij gezegd in mijn dorp ja. vorige week. Ja, het is huh? moeilijk. Abu mannen. Abu. Ja, bedankt hè, meneer Frits James. Oké, graag gedaan. Oké. Okay. Er is nog iemand bellen daar, hoor je die? Ja. Je hebt gelijk. Mm-hmm. Een hele goede middag, u bent erin. Goedemiddag, goedenavond meester. Ik ben het met de heren eens. Ja, en u kent mijn gemoede. Laat je niet motoriseren. Laat je niet simoniseren. Laat je niet wijzoneren. Laat je niet adineren. Laat je niet et cetera. Hoe je charmiliseren. En ik ben het eens met de heren daar. Fitz James was het en meneer Pinto. En mijn presidentskandidaat is meneer Edward Belfort van de ABOP. Apparadi Takleti. En mijn LSPG Apparadi. Abu. Oké. Ja, Kikodoro. Oeere, Abu. Oké. Ja. Die moet je ook hebben, mensen. Goed. Wat moet je hiermee? Oké. Nogmaals, mensen, even resumerend. We hebben het gehad over die coronavirus, ja. Isabi, een mooie Wanika ziekenhuis met een speciale afgezonderde, geïsoleerde afdeling. Maar ja, Suriname kan daar geen gebruik van maken, want ja, nou komt het naar buiten, Taxnesi. Nou, lau, Isabi. Maar mensen. Oké, ja. Meneer Pinas, die neemt afscheid van ons mensen namens dingen. Dan, dus ik zit er alleen voor en moet eens luisteren. Ik ga ook zo meteen weg. Moet eens luisteren. Kijk, ik ben begonnen vandaag een heel ander programma dan ik me had voorgenomen. Dat van die coronavirus in Suriname. Ja, ik was boos op Rutte hier in Nederland. Weet je waarom? Omdat ik vond dat hij te veel economische belangen voorop stelde.
En ja, naderhand is hij gewoon toch op tv geweest. Heeft hij gewoon gezegd, hé, brada Jeren, nou kijk, we kunnen doen en laten wat we willen. Want los mou ziek, want los mou besmet naar de zand. Dat hij, ja, bifta of zo. En dan nog wel moeilijk als Sarati, even na next voor je doet als Sarati. Goed, dan weet je waar je aan toe bent. Ik ben blij dat er die helderheid is. Het ligt aan ons. Het is net een storm, heb ik gezegd. Ja, het gaat niemand overslaan. Iedereen gaat er te maken mee krijgen. En het hangt er vanaf hoe goed je thuis zit. En ja, ik de heer, ik vind ik tap vinser, dat je zo stevig, dat je aan de waaide. Zo moet je het zien. Ik bedoel, je lichaam. Lichaam, Isabel, ja, als je zodanig aan die regels aan het opvolgen ben, Isabi, om dit soort dingen niet te kunnen doen. Isabi, de meeste van ons zinnen hebben een beetje een zwak gestel. En onze weerstand gaat achteruit naarmate de leeftijd toeneemt. Dus ja, dat zijn dingen. Dat wordt nog een tactiek, ja, maar in een stad of zo boem. Je kan het niet meer. Sommige huizen, die is net als die oude panden hier in Rotterdam, die zijn aan vervanging toe. Het is hetzelfde met je lichaam. Ik zou mensen beeldspraak een beetje. Maar goed, ik ben blij dat hij dat gewoon open en eerlijk heeft verteld. En andere landen nemen drastische maatregelen. En heel pijnlijke, van ja, je mag niet op straat, je moet een toestemming vragen. Met name, if you want to go by in, we kennen dit soort dingen niet. En meneer Pinas en ik, die hadden het erover van, ja, kijk, wanneer je een blanke, een Europees, een Europeaan of een Noord-Amerikaan dan, hè, Isabi, Canada, Canadees en Australiërs, Nieuw-Zeeland mensen, weet u, wanneer je ze aan wankelen wil brengen, dan moet je ze iets geven, net als die coronavirus, die ze, ja, niet onder controle kunnen hebben. Want eigenlijk de Europese ras, die heeft alles onder controle. Alles. En daarom zie je van, kijk, wij zitten in Suriname met allerlei dingen. We komen met problemen aanzetten. Dat is het hele probleem. Dat ik man, Isab Samodo, ik geef het aan een student, een propaduze student, los het op. Dat is krikjesrefifzi, dat jongen, hé, verdam. We hebben het over een propaduze student, Amandoué. En dan heb je daar in ons land toppers, die zich toppers noemen. En die dat ding niet begrijpen zelf. Ze weten niet hoe geen raad ermee en wat ze ermee aan moeten. Maar oké, het zij zo, wabiftekking. Ja, het gaat heel moeilijk worden in Suriname. Met betrekking tot die virus, want ja, u moet niet vergeten, look nou, als aan het Bosnien, Aladdin beleidsmaker visie, nu gaat het blijken van, ja, klopt het dat van die 300 miljoen dat die ziekenhuizen een tekort hebben aan 300 miljoen SRB, en ja, dat geld niet betaald wordt, die meneer Humphrey Hasrat en die Kromo, die Harjo. Ik heb ze in mijn programma aangekaart en laten zien van hoe ze de boel belazeren. Want we praten over meneer Kenneth Sloten. Meneer Kenneth Sloten is eigenlijk lasting, mensen. Ze hebben totaal geen functie. Ze zijn gewoon aanhangsels naar de Sani. Maar kijk, mensen als Humphrey Hasrat, zij zeggen ze zijn arts. Ja, refouting, Isabi. Dan kon je diploma's gratis krijgen naar de Sani. Maar goed, als je ziet dat die man gewoon keihard zit te liegen en die meneer Elias ook in het parlement komt en zegt van ja, er is nooit een schrijver geweest dat ziekenhuizen gemeld hebben dat er 300 miljoen tekort is en dat soort dingen. En ja, wij hier bij San Vasten lopen met een brief van de Nationale Ziekenhuisraad die dat geschreven heeft naar de minister van Volksgezondheid, meneer Antoine Elias. Deze zaak is besproken tijdens de Raad van Ministers. Isabel Pedemijs doen in de vergadering. Het is getekend door minister, vicepresident Adin. Minister Hoefdraad heeft het getekend. En even kijken hoor mensen. Antoine Elias heeft het getekend. Dat dingen. En uit die ministerraad is naar voren gekomen, kijk, dat zij dan
minister Antoine Elias zou die bankrekening vragen van die ziekenhuizen. En er is een bedrag, weliswaar niet van 300 miljoen, maar om de eerste noden te ledigen, heeft men voor alle ziekenhuizen een bepaalde specificatie gemaakt. En heeft die bedragen dan bij elkaar gezet en gezegd van het wordt gestort op die bank. Tot op heden is dat nooit gebeurd. Maar de minister komt wel in het parlement om te zeggen van ja, maar dat ding is niet bekend. Terwijl ze handtekening erop preek. En ja, dit soort dingen, mensen liegen gewoon in Suriname. En kijk, als je één keer liegt, dan heb je het gedaan voor mij, mensen. Isabel, ja, Mino, is moeilijk voor mij om dan jou de voordeel van de twijfel te geven. Ja, en dan die Simons dan erbij van ja, nou ja, even wou, een beetje maar voor vet, tak, ja, bij briefie, ja, bij sanen, dan stuur het maar naar. Kijk, als jij bewijsmateriaal hebt en dat soort dingen, de eerste plaats waar je het nooit en never en te nimmer moet sturen is naar het parlement. Want ja, zodra deze twee mensen, meneer Bouva en mevrouw Simons, die aan het hoofd van het parlement zitten, je gaat dan een bewijs aan ze geven. Ja, ik wens je veel geluk. Voordat je denkt, is het weggemoffeld. En ja, de man, dat is zwerig. Dat bijbel heeft hij. Ik dacht, ja, je hebt het me nooit gegeven. We wisten het niet. En trouwens, al geef je het aan hun, wat denk je dat er gaat gebeuren? Gaan ze het tijd en moeite en aandacht gaan besteden? Ik wens je veel geluk. Die mensen zijn zo verwerpelijk. Wij in Suriname, dat zeg ik ook tegen meneer Pinas. Hè. Kijk, hij komt erachter en hij schrikt ervan. Dat, ja, ongeschoolde mensen die dan functies krijgen, leuk. Maar je hebt ook ja, een beetje zelfrespect, hè, moet je ook hebben als mens. En een beetje eigen waardering, ja, zelfverantwoordelijkheid moet je toch ook hebben naar jezelf. Want dan neem je die voorbeeld als Roemer. Ja, wat voor toegevoegde waarde heeft dat? Je zit er gewoon voor spek en bonen. Dat, ja. De biggest maf me botegi. Is dat je kon dat, hè? Maar anderen bepalen het beleid. En ze hebben grondwet vereist dat er een directeur is van de centrale bank, een governor. Ja, omdat de grondwet het vereist. Anders hadden we het gewoon niet gedaan, de hel met dat ding. Dus mensen, mensen zitten daar zo, omdat ja, je ziet bij die persconferentie toch hoe klungelig en ja, mensen, heel zielig hoor, zeg ik je eerlijk. Maar dit krijg je en daarom gaan deze landen niet vooruit. We hebben het gehad over mevrouw Silos, Van Dijk Silos, ja. Ik heb er een hard hoofd in met haar hoor, Isabi. Ik vind dat zij niet de aangewezen persoon is om een verkiezing in Suriname te gaan begeleiden. En vooral de controle uitoefenen daarop. En ja, deze mevrouw heeft een dubbele pet. Want naast die het organiseren van de verkiezing, en u noemt vergiet hè, dat er voor haar een speciale wet gemaakt moest worden door het parlement om haar te benoemen, omdat ze over de pensioengerechtigde leeftijd al is. En daarvoor moest er een wet komen om te zeggen van ja, we ontheffen haar van die verplichting om, ja, al is ze gepensioneerd, ze mag het toch die functie bekleden, Isabi. Want het is een ambtelijke functie en ambtenaren houden op te werken met hun 65ste jaar. Nou, zij is doorgegaan alleen maar omdat het parlement en Bouterse vonden dat in Suriname tussen die 550.000 gomiet 600.000 mensen dat niemand bestond dan zij om dit ding te doen. Ja. Wie ben ik? Alleen ik zie het en ik ga het gewoon zeggen. Ja, voor mij is het vriend, maar mensen met dat soort reputaties en, ja, die zijn bedenkelijk voor mij. En ik heb daar moeite mee, ja, om zo'n goede, grote verkiezingsprogramma op poten te stellen. En dan ga je dit soort dingen krijgen, toch mensen? Ik keek naar dat ding van die Guyana, hè? En dan zag je dan die mensen van ook een soort OKB en CHS, hè?
Centraal Hoofdstembureau van hoe ze het in Suriname noemen. En ja, in Guyana hebben ze daar andere benaming voor. Is er toch mensen dat verschil tussen common law en civil law? Dan telkens film men die twee heren die dan die fraude gepleegd hebben. Ja. En dat beeld herhalen ze telkens. En ja, dat is goed. Dat noem je naming en shaming. Je maakt zijn naam bekend en je zet hem aan de schandpaal. Ja? Naming en shaming noemen we dat. Hè? Naming en shaming. Ja? Ik benoem je en ik beschaam je. Omdat ja, alleen zo kan je mensen leren. En daarom, in om kon aan het doen zijn voor het parlement, de Maliki Simons. Ik dacht, ja, maar we gaan mensen hier niet bespreken. Wat de hel is dat? We gaan wel mensen bespreken. If je doet boem, wordt dat boem voor je. If je doet dat groep, gaan we ook te slecht over je praten. Dus dat soort dingen moet je niet bij ons weer zo wezen. En ja, als wij jou beschadigd hebben en het blijkt niet zo te zijn, dan moet je ook zo groot zijn om te zeggen, door deze microfoon, dat hey, ik me kwam fout, jongen, no, sorry. Ik heb het verkeerd gezien, ik bied je mijn excuses aan. Dat maakt je tot een jaja kankaman, Isabi. Dat je ook je fouten kan accepteren. Want ja, libisme, je maakt fouten. En ja, dat geeft niet. Alleen, je moet het accepteren. En je, waar jij fouten maakt, dan moet je het proberen goed te maken. Wie er goed maken, mensen. Isabi, maar blij geweldig, Doisrino. Maar ik, terugkomend op dat ding van mevrouw Silos, ik vind het een bedenkelijke figuur. En waarom ik zeg dat ze twee petten heeft. Kijk, mevrouw Silos is ook degene die de NRA assessment aan het doen is. Ja, in Suriname. NRA, National Risk Assessment. Dat ding, ja. Je assessment, die dingen, dat en dat soort dingen. Dan vraag ik me af, als mevrouw Silos bereid is om mevrouw Simons, Jennifer Geerling Simons, zijn naam als eerste erop te zetten. Want ja, uiteindelijk, zij fraudeert vervals papieren in het parlement. Hè. Mevrouw, laat me het duidelijk zeggen, die mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die heeft gewoon officiële documenten met betrekking tot die terugroepwet van meneer Chitten en Sapoen. Gewoon vervals. Ja? En dan krijg je weer die mevrouw Van Dijk Silos. Want haar dochter, Nayla Van Dijk, wetende dat dat papier niet op waarheid berust, die document, ja, toch naar de rechtbank gaat en zegt van, ja, kijk, dit is het bewijs. Het parlement heeft dit op papier gezet en dan, als jij als rechterlijke mag, kan dat niet omheen, want het is van het parlement afkomstig, Isabi. En zo zie je dat die Jennifer Geerling-Simons wat voor misbruik ze maakt. En ja, kijk, dan gaat ze je proberen monddood te maken door te stellen van, ja, maar ja, we gaan elkaar niet bespreken. Nee, we gaan het wel doen. We noemen je naam. Ik althans. Ja, en als het niet zo is, ja, dan hoor ik het graag. Maar dan ga ik je wel confronteren met die bewijsmateriaal waarover wij beschikken dat jij papieren vervals hebt. Ja. Dus die nonsens werkt niet bij ons, mensen. Die National Risk Assessment, als zij bereid is om die naam van dingen te zetten. Ja, van Simons. Dan zeg ik van, oké, okay, goed, misschien ga ik dan een ander kijk. Opnemen en een ander blik op werpen. Maar tot nu toe heb ik het niet gezien. En daarom zeg ik van die National Risk Assessment, ja. Als ik er naar kijk, als ik kijk naar die verkiezingen waarvan we weten dat er gefraudeerd gaat worden, als ik kijk naar die National Risk Assessment die gevoerd gaat worden en die heel slecht gaat uitpakken met Suriname, want kijk naar de Centrale Bank, Ibo Rieke, tak jongen, de mij vrede pijnzo, de mij niet doen niks. Ja, Amahula, denkt men in Suriname, het gaat, je bekijkt het maar. Het is alsof de NDP niet meer willen regeren. I'm doing bad, want ja, in 2015 bekroop me dat gevoel al hoor, van men wilde niet, want ja, ik had altijd gesteld dat Kie Boutersen is de eerste persoon die na 26 mei aan het huilen was geslagen. Omdat ja, hij gewoon door moest regeren en hij wilde niet.
Omdat hij wist wat hij tijdens die periode van 2010 tot 2015 gedaan had. En hij wist dat er geen geld was. En dat de koeliman horing in dat hij wacht hij op hoe dat donk ik. Mekka kons donbaka. Ja. En deze keer 2020, de moudou was Semsan lang in baka, de oppositie. Dat hij op hoe dat donk ik. Mek een kon ruimen troep zelf op. Mekka's donbaka. Wie is aan een president, aan een keizer, aan een koning? Mekka's don. Want er valt niks te halen meer. Al die buitenlandse maatschappijen, die gaan hun geld komen opeisen. Al die financiële instellingen waar Suriname geld bij heeft geleend, die gaan ook hun geld komen opeisen. Dus er valt weinig te regeren, er blijft niks over. Wat gaan we doen nu? Ja, de Surinaamse bevolking gaat uitgeknepen worden, mensen. En ja, Isabi toch, bijvoorbeeld de VHP, kon dat je kon redden. Gaan de eigen mensen die je probeert te redden, gaan jou de schuld geven, tak naar jou. Jij bent degene die dit probleem heeft veroorzaakt. No, VHP, no, dan, bewind. En mij, tak, ja, maar naar VHP doen. Alles, Isabi, alle, dat is man, is like limbo, kan het sloten, dan de man, die zegt, weet je, leer is maar, tak, ja, maar, ja. De VHP, en ja, mensen zoals wij, dan, ja. En vooral ik, Isabi, ik ga me niet mengen in hun dingen. Ik denk wel eens, voor mij zeg ik gewoon openlijk, deze mensen zijn gewoon gebrekkig ontwikkeld. Maar Isabi zat in de hoed toch. Zodra je een beetje kritisch bent, dan ben je tegen openlijk, dacht ja, oké, je bent kritisch tegen de NDP. Dus ja, dan ben je voor de oppositie. En dan, ja, de mogelijkheid, waar kunnen we je indelen? Of jou en Jan Parisi, dat de tegen je, dacht ja, PL. Of jou en Boeskoder is maar de ja, je bent oppositie, je bent van de ABOP. Of ja, Wang Senamang, de motak NPS. Maar ook wie je gemeente, jouw koeliman lijkt me. De motak je openlijk zegt, oh ja, maar kijk, is toch logisch, kijk dan. Maar nou, koelie. Maar de oppositie is tegen de NDP. Hij is van de VHP. Hij is van de VHP. Ja, voor iedereen en voor alle duidelijkheid, laat me dit zeggen en laat me dit stellen. Zodat je het weet dat je in Afrika brokken in de heren. Nou, nonsens. Nou, Isabi, doe het niet. Want je gaat jezelf flink in de vingers snijden. Dus laat mij het duidelijk door die microfoon zeggen. De hel met de VHP. Ik woon hier. En ik blijf hier. En ik praat wel over Suriname. Omdat, nou, mijn konvo, kondere, Isabi, mijn pa, mijn grandpa en ik ook. En ja, daarom wil ik er een tijdje aan besteden. Maar verder zeg ik, ja, de hel met dat ding. Isabi, ik heb voor Nederland gekozen. Dus als je zo dom bent om te komen stellen van, ja, je praat negatief, waarom? Omdat, ja, je bent van de VHP en oppositie. Ja, nou, dan heb je echt medische hulp nodig, hoor, mensen. Sorry, het zal wat moois wezen, takje. Wanneer we het niet eens zijn, dat, want dat je dacht, ja, dan ga jij mij komen indelen in een bepaalde partij waar ik pertinent niks voor voel en niets voor wil gaan zelf. Isabi. Maar dat laat zien de bekrompenheid van dit soort mensen om dit soort dingen te doen. Mensen, terugkomen, sorry tori naar het coronavirus, Isabi, voor hier zo al, zo'n modern, zo'n hebikondere. De man dacht, jongen, we hebben niet genoeg mondkapjes voor na die stad en zo. En ja, die mannen hier zeggen je openlijk, er is niet. Omdat, waarom? Chinezen zijn nog steeds ziek mensen. En die werken niet. Dan ga je afvragen van, ja, wat is dat nou voor nonsens? Dat, ja, de Chinezen werken niet, dus ja, die nog maar veel masker. Ja, dat bizarre van dit alles is van, ja, we hebben altijd gezegd, China is de fabriek van de wereld. Ja, oké. Dus als die fabriekarbeiders ziek zijn, dan is het fabriek van de wereld gesloten. En dan heeft de wereld geen recht om spullen te krijgen. Want ja, het is er gewoon niet. Er wordt niet geproduceerd. Dus daarom zitten landen met dit ding. Dat je ermee tegen, dat ja, oké. Wij zijn, we hebben tekort aan spullen, dus we moeten een keuzes gaan maken, wie wel testen en wie niet. En ja, dan
zijn de rappe gaar mensen. Maar ik zeg u, je moet het niet verkeerd gaan vatten. Het komt erop neer van, ja... Die Chinezen kunnen niet werken omdat ze ziek zijn. En zij maken die mondkapjes en zij maken die dingen. Hier zo in dit soort landen in Europa maakt men dit soort spullen niet. Omdat men hier gaat voor high-tech werkzaamheden, solutions en dat soort dingen. En daar richten ze zich op. En dat kleine dingetje, die maakindustrie, dat komt meestal van China. Dus ik zeg u eerlijk hoor mensen, ik ben er vreselijk dankbaar voor dat iemand gezegd heeft van ja, moet je luisteren, kijk nou, dit is er wat je staat te gebeuren en ja, je bekijkt het maar, want ja, ieder voor zich, God voor ons allen, dan weet je waar je aan toe bent. Maar dan komt draai, contact met de nonsens naar de sanatie, ja. Dat moet je niet doen mensen, Isabel. Dit ding is er veel te serieus probleem om hierop te gaan inspelen. Mensen, verkiezingsfraude, ik vind het jammer, maar het zit er gewoon aan te komen. Omdat ja, je ziet, we praten erover dat de hoogste staatsorgaan van Suriname zich zodanig opstelt om allerlei criminele dingen te doen. Ik heb ook genoemd meneer Fidisi, die bij de Angola's zat, meneer Frank Jong. Ingimang, Isabi, die best daar, Tukayana, Amazonas, die assembleelid was. Ja, leuk. Wat koop je daarvoor, mensen? Met dit soort figuren in het parlement. En ja, je weet toch, het is zo'n mannelijk hoe ik vind, ik deze dan. Hij gaat altijd zijn verleden gebruiken. Ik ga het meer mee bij de Angola. Oké, luister, leuk. Prachtig. Sommige mensen gaat het misschien werken, dat je ze kan bedreigen, maar sommige gaat er weinig van worden. De Indiaanse gemeenschap, mensen, die is in vreselijke roering en ja, witte kasani van Garman, Asongo, Agalala Parano, Isabi. Ik weet niet of hij dat brief heeft geschreven voor mensen, maar dat vergt wat nader onderzoek. Maar je ziet dat je de man die ziet ernaar, Trobby gewoon. Totaal niet. Waar ze de vriendelingendienstwet gewoon naar zich neerleggen en zeggen, ja goed, die schrijven van die kapitein is al voldoende. En met dat schrijven kunnen we je naturaliseren, oké. Maar men vergeet één ding. Men vergeet één ding, dat ja... vreemdelingenwetgeving is niet alleen lokaal. Het is iets internationaal. Dat landen met elkaar afspreken van hoe ze dingen doen. Immigratiewetten, mensen. Isabel, dan, ja, in Suriname als ze zeggen, ja, nee, maar wij doen het zo. Dan noemt, krijg je het helemaal tijd. Oké, goed, veel geluk. Maar ja, wij doen het anders. En wij willen het niet zo. Ja, dan... Helemaal isoleer je, dan moet je niet klagen. Je moet nooit klagen. Maar, ja, je weet toch, meneer Pina zei het al, je schrik je vloek hoe de man, zei het directeur, dat die echt ongeschoolde mensen, maar je weet toch, mensen, het gaat om, dat kere, in een kopot konis mamor, san konimoro unu, op bepaalde posten. Suriname is alleen het middel. Het is niet het doel. We hebben niet als doel om Suriname naar voren te brengen. Nee, onzin. Isabi, het doel is mijn welstand, mijn welzijn naar de Sandati. Kijk maar naar Abrahams, naar Weidenbos, naar Adanemandati. Dat is het doel. Mee was dong, geniet voor mijn Libi. Ja, telk me kon dede. En niemand moet me wat aandoen. Ik heb die zekerheid niet van bijvoorbeeld Simons. Ja, dan zolang ik naar mijn zekerheid, dat beleef ik. En dat zie je altijd in de geschiedenis. Is het ons altijd geleerd. We hebben dat kunnen onderzoeken.
En we zijn erachter gekomen van, kijk, net als mensen als Farikari Mugabe van Zimbabwe. Die was 92 jaar toch, mensen. Hij moest regeren door, want ja, dan zei hij vrede, dat ja, de komende regering die de macht overneemt. Op het Mastrafu, Sorotomi. We zagen het bij Gaddafi, bij Hosni Mubarak van Egypte ook. Dat ja, maar ik kan niet weg, want ik doe soms aan niet. Bouters, ga je die toe? En dan mag ik, want ja, ik doe soms aan niet. Want kijk nou of die 15 mensen die zijn vermoord. Leuk. Mijn petje af voor die mensen die dat hebben volgehouden om te zeggen, nee, ik wil gerechtigheid. Dat kan ik niet zeggen van die mensen van Mooiwana. Maar in Suriname vergeten wij nog één oorlog die gewoed is. Die in Fransman Kong, die was kop dit toe, Junkie Brunswijk, Nange, Bouterse, tak, ja. En nu ophouden, want mensen, het was gewoon een ordinaire drugsoorlog in Suriname. Nokara San Binnenlands Oorlog, want ja, als je zegt Binnenlands Oorlog, dat want dat in die keer man, bij Abi Trobi Nange Maron, Saramaka man, Koron man, Komowijne man, allemaal bij Trobi Nange ding Maron. Dat is niet het geval. Het waren gewoon twee drugsbenden, Bouters aan de ene kant en Brunswijk aan de andere kant, die elkaar gingen bevechten, moet je mij horen, bevechten ging. Maar goed, tel ik van Fransman contact, hé, hier, aan ons is voor ik of voor weer meer. Er komen te veel mensen hier en we konden niet dringen en alle soorten in, dus dat willen we niet. En dan houdt het op, ja. Toen kwam die ondertekening van Kourou. Maar die andere oorlog die we dan telkens, we praten daar niet over, we proberen het te vergeten. Dat was die oorlog met die Indianen. Die Indianen mensen. En dat heeft toch nog ook een aantal jaren geduurd. En dat zijn hele kwalijke dingen. Want als je die aantallen mensen ziet die tijdens die oorlog zijn overleden. En ik ga het nu niet noemen, want Isabite Mikarwan staat niet door een microfoon, wil ik het geverifieerd hebben. En ja, ik weet dat het er bestaat, dat bandje, en ik ga het ook meenemen. Dan kan je het zelf horen. Maar er is een flink aantal mensen, Indianen, waaronder Indianen, die het slachtoffer zijn geworden tijdens deze andere oorlog die niet in Suriname met naam en toenaam wordt benoemd. Men gooit het op één hoofd, ja, Binnenlandse Oorlog. Maar je moet dat ding gescheiden zien. Die drugsoorlog van Bouterse en Brunswijk, dat is één. Maar die gevechten tussen die groepen, Tucayana, Amazona, Angulas en nog een paar andere, om ik overgedeling allemaal, Isabi. Dat, daar zijn ook veel wrede dingen gebeurd. Ja. Het is moeilijk, mensen. Het is vreselijk moeilijk. En Isab Sana Amoro moeilijk, man, van Sandisi. Je zou denken dat je tegen jullie komt, mensen, als bijvoorbeeld. Laten we kijken vanaf die laatste benoeming, hè, meneer Roemer. Ja, Teluku, ik heb altijd gesteld van er zitten 20 Bosland-Creoolse mensen, Boslandbewoners, in het parlement. En als je kijkt naar die mensen van het parlement, van Suriname, dan zie je dat de grootste groep die het slechts heeft, ja, eigenlijk die Maron-mensen zijn. En als je nou kijkt naar die Indiaanse gemeenschap, oké, dan moet je kijken naar Vrietzaam, je moet kijken naar Watamaleo, je moet kijken naar Simons, Ferrier, Christine Polak, ja, Bensdorp of Benschop, of dit weer mensen, meneer Stuart Getrouw. En zo kan ik nog talloze noemen. Kijk, want meneer, mevrouw Silos, Van Dijk Silos, zijn allemaal Indianen. Dan vraag je je af, dacht jongen, zij doen geen smafio, jongen. Je had de keus toch? Maar oké,
Als die mensen zeggen van ja, maar jullie heren, ik kies om Chica Banana, Palmetuin, Kasseer, meer rommel. Weet je, leuk. Ga je gang vooral. Wij zetten de lat een beetje hoger natuurlijk, want ja, we willen heel andere zaken hebben. En we hebben ambitie en daarom zeggen we, ja, maar in een nieuw einde zo'n sani. En je maakt ons ook niet blij daarmee. Dus mensen, mensen die in Nederland wonen, is een beetje moeilijk gesteld. We zijn niet veel eisen naar de wand. En Isabel toch, in een draait toch naar de nonsens dat hij. Maar je kan het bijna weer in Taiwan, want ja, we weten waar we het over hebben. En als we het niet weten, dan houden we onze mond. Dan gaan we het eerst uitzoeken, onderzoeken, om te weten van hoe of wat. Ja, het was een hele, voor mij, leuke ervaring om met z'n drieën bij elkaar te zijn. Eén op afstand, maar toch heel dichtbij. Dat zie je de techniek, hè, hoe dat met zich werkt. Maar dat je met elkaar van gedachten kan wisselen en je standpunten kan verdelen. En ja, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben, mensen. Maar het is bijna 8 uur en die jonge Ryan die komt vanavond. Je kan mensen niet kwalijk nemen met al die restricties van corona. En je weet toch, aan een soort land die wij met het mag doen, die zien, mag doen dat. Je moet het ook voor jezelf doen. Ja? Een laatste berichtje nog. En zo voordat ik hier naartoe kwam, kreeg ik een appje van iemand die zei van, ja, moet je luisteren. Er zijn onverlaten, hè? Mensen, echt, minister van Libisma kan zakken zo. De mij op bel naar Disma, of zo, tak, ja, ze moeten dat huis komen ontsmetten, dis, dat, die, alle soort sani. En dan wanneer ze je ze binnenlaat, dan de man vervoer, alles aan tjagwe, weet je. Dus mensen, trap daar niet in. En noem ik iets maar, kotjai edigwe. En vooral bij oudere mensen, kwetsbare mensen, doen ze dit soort dingen. En ja, het is heel zielig dat mensen een ellende al gaan uitbuiten om die ellende groter te maken. Dat is heel triest, mensen, dat je moet gaan overkomen. En dus daarom zeg ik van, ja, wees alert en wees op je hoede, mensen. Mensen, hou je goed. En hier, mijn programma is niet zoals het gegaan is vandaag. Maar het was toch leuk. En het moet ook kunnen, mensen, dat je moet kunnen improviseren. En ja, veranderingsvast is toch, Isabi. Even kijken hoor. Het is bijna 8 uur. Ik ga afsluiten. En hoe heet het? Ik ga jullie een hele gezonde, veel gezondheid toe en ze mensen. En hou jezelf goed. En laat je niet zomaar beïnvloeden. Ja mensen. Nog een keer maar tjai edigweren naar de wandati. Even kijken hoor mensen. Mijn ding, appers. Moet ik heb er niet zoveel aandacht aan besteed. Goedemiddag, meester. Wat valt het u nu op dat er momenteel weinig nieuws over Rusland wordt bekendgemaakt? Of mis ik iets? Ja. Iedereen is gefocust op die dingen. Hoe heet het? Die coronavirus. En ja, Rusland is voorlopig niet bekend, belangrijk. De Kubanen die komen, worden ze ook eerst getest. Ja. Dat is ook een hele leuke, ja. Ik kan mekkies makken, maar ja. Je zal ze moeten testen natuurlijk. Even kijken hoor. Ja. Ja mensen, ik laat me u bedanken voor die apps. En laat mij ook, ja, ieder die ons gebeld heeft, bedanken. Meneer Frits James ook. En meneer Pinas voor zijn bijdrage. En ja, mensen,
Jere, let op jezelf en ja, zorg dat het heel huids wordt. Dat we elkaar aanstaande zondag weer kunnen ontmoeten. En ja, naar elkaar kunnen luisteren en informatie kunnen delen met elkaar. Voor vandaag ga ik afsluiten en ik wens jullie een prettige voortzetting van jullie avond. En nog als straat hier van de Vanoudu daar of zo. Want Mito, ik ga er rechtstreeks naartoe naar huis. En ja, ik heb niks te zoeken op straat, mensen. Want het moet niet zo ver komen dat ik Smam Kongo moet doen. En de regering moet ons allerlei wettelijke restricties opleggen. Om te zeggen van, ja, maar moet je luisteren, kijk nou. Dit is verboden, dat is verboden. Nou, dat is aan het Isabi. We moeten daar vreselijk en enorm voorzichtig mee zijn. Dat gezegd hebben de mensen. Ik wens jullie veel gezondheid toe. En laat je niet klein krijgen door die coronavirus. Ik zwaai af en ik zie jullie aanstaande zondag om 4:00. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? A true adventure, fascinating beauty of a lost nature you've never met before. Jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun are to enjoy. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all, join me. The dark mysteries of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids, be introduced to traditional cultures. Overnight camping so exciting, waking up early by singing birds, bathing in Stanfast Radio for you. Voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stanvaste Radio.